Zo, ja, dus misschien beginnen we gewoon zo. Dames en heren, we hebben het gehad over thee. We hebben het gehad over water. En voor alle thee-lurkende Hollanders zijn er zeker twee koffie-lurkende Hollanders. Dus lekker het hebben genoten van Karel Thieme van Aquapiek en zijn inzichting over thee. Gaan we nu verder in de wereld van koffie. Ja mensen, de wereld van koffie. Ik ben hier samen met... Oh shit, oh, waar gaan we dan? Oh nee, daar. Paul van Weert. Goedendag mensen. Een goeiedag. Jij hebt hier een behoorlijk krachtig bakje pleur gezet voor ons. Met Griekse koffie die jij je cadeau hebt gegeven. En die jij cadeau hebt gekregen. Die heb ik cadeau gekregen. Oh shit, hier kijk, ik zit al allemaal spullen toe te eigenen hier. Hè. Je weet me nooit. Karel kwam ook met een cadeau aan. En ik dacht al meteen dat het een aquapiek was. Maar het was dat leuke huisje achter mij. Dus ik ben vreselijk. Moet mij gewoon helemaal geen... Dus in ieder geval, dit is mijn mokkapot. Daar heeft Paul een fantastisch bakje koffie mee gezet. Die zijn we nu aan het nuttigen om eens even flink wat energie op te doen. Dit is podcast nummer 74, denk ik. Ja, dit is podcast 74 met Paul van Weert. Peter, goedemiddag. Mm-hmm. Nogmaals, bedankt dat ik hier mag zijn. Oh man, dit is goeie, dit is zeer goede koffie. Dit is het sap van Satan, zullen we maar zeggen. Het sap van Satan. Zwart als mijn ziel. Oh, dat is duister is dat. Dus wat heb je dit weekend nou allemaal gedaan? Vertel dat nou eens. Heel veel kopjes koffie gemaakt voor heel veel mensen die daar voor in de rij gingen staan. Voor wie? Wat zijn dit voor mensen? Het waren de mensen die naar de kwekerijdagen gingen in Bingerden. Dus je hebt een jaarlijks evenement in Bingerden, landgoed Bingerden. Uh-huh. Er komen allerlei kwekers samen. Die hebben de meest uiteenlopende bijzondere planten. En die verkopen ze dan op de markt. En dat is een evenementje. Ik meen dat er een kleine 2.000-3.000 bezoekers zijn geweest per dag. Ja, het is me niet gelukt. Hè? Zoals mensen altijd zeggen, we zijn druk. Maar zoals je misschien enigszins gemerkt hebt, ik ben ook wel een fan van planten. Hè? Ik hou van, mm-hmm. van plantjes. En achter jou staat mijn bananenplant, waar ik heel veel moeite voor doe om hem niet te verlapt eruit te laten zien. Hij ziet er best goed uit. Hij leeft, het leeft. Ja. Hoe vonden deze plantkwekende mensen jouw koffie daar zo? Heb je nou enige ook een beetje waardering gekregen? Ja, ik zie dat je op zo'n evenement, dan zit je zo'n 300-400 kopjes koffie per dag. Mm-hmm. Als het heel warm is, gaan mensen iets kouds vragen. Dan maak je lekker ijskoffie of een ijscappuccino. Frappé. Wij noemen hem Freddy Cappuccino of Freddo Cappuccino. Oh. En dat is ook weer een link met de Griekse koffie. Want de Griekse koffie die komt dus oorspronkelijk uit Griekenland. Maar Griekenland verbouwt helemaal geen koffie. Oh, nee. Nee, maar ze hebben wel koffie. En ze hebben ook koffiedrankjes. En, Maar ja, wij verbouwen toch ook helemaal geen koffie hier in Nederland? In Nederland groeit in principe geen koffie. Er zal een enkele koffiebrander of enthousiasteling zijn die in zijn branderijtje of in zijn werkplek een koffieplantje in leven kan houden. Maar robuuste koffie die groeit vanaf zeeniveau. En dat is meestal niet de lekkerste koffie. En Arabica koffie groeit eigenlijk vanaf 700 meter hoogte. Wacht even, die eerste zei je van de robuuste? Robuuste of Canephora. Je hebt twee hoofdlijnen. In de hoofdlijn heb je twee soorten koffie. Uh-huh. Arabica koffie, dat kennen mensen meestal als smaakvolle koffie. En je hebt robuuste of Canephora. Dus Coffea Canephora. Maar die groeien vanaf een bepaalde zeeniveau. Hoogte. Ja, dus de verschillende soorten koffie hebben ofwel meer ofwel minder cafeïne. En ofwel meer of minder smaak. Ja, door de tijd waarin ze ontwikkelen. Voor hoogte moet je inderdaad niet in Nederland zijn. Nee, precies. En, de Arabica koffie kan bijvoorbeeld in Hawaii kan niet vanaf 600 meter hoogte groeien. Omdat je dan verder in de noordelijke halfrond zit. Maar ja, hou er rekening mee. In Nederland is een koffieplantje niet makkelijk in leven te houden.
En toch lurken wij hier de hele dag door bakken met pleur weg waar je akelig van wordt. Dat kun je wel zeggen, ja. Hoe komt dat? Wat is het met Nederlanders en koffie? Nou, Nederlanders zijn verantwoordelijk voor een heel groot deel van het beschikbaar maken van koffie in de rest van de wereld. We hebben natuurlijk de VOC gehad destijds, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja. En daar is ooit eens een keer een cadeautje geweest, vroeger. Of een cadeautje, of het was gestolen. Dus de geschiedenis wordt altijd geschreven door hij en zij die winnen. Ja. History, zoals Stef het als genoemd zou hebben. Maar ja, de koffieplantjes hebben ze hun leven kunnen houden. En dat is vanuit Afrika, meen ik, is het naar Europa gekomen. Mm. En vanuit daar is het via Nederland, dus via Amsterdam, is het eigenlijk over de hele wereld verspreid. Ook in gebieden waar koffie van nature niet voorkwam. Mm. En dan moet je denken aan Indonesië en die kant op en richting Suriname en zo. Ik hoorde ook iets vallen. Hoor je ook iets vallen? Het klonk een beetje als dit. Het was niet de koffie. Het kwam iets anders, iets verder weg. Inderdaad, nou, dat is ook wel logisch. Hè? Net zoals, ja, wat raar is dat we niet super veel kruiden hier eten, maar we doen wel veel met kruiden hier. In ieder geval Knor doet heel veel met kruiden hier. Hè? Dus, het is wel grappig. Ik zat vandaag iets te lezen over pasta carbonara. En dan gaan ze met zo'n zakje pasta carbonara naar van die Italianen, weet je wel. En die zijn meteen, oh, ma pampaculo, wat zou dat? Het is geen echte pasta carbonara natuurlijk. En dan zeggen ze bij Knor, ja, het is carbonara saus. Technische omzeiling. Ja, een technologische ontwikkeling van veel droge stof en iets wat lijkt op een beetje smaak. En ik probeer het altijd zoveel mogelijk bij mezelf te houden. Maar voor sommige dingen, zoals referenties van zakjes Knor, breng jij iets nieuws in. Dan zou ik zeggen, ja, toen ik 15 à 20 jaar geleden voor het eerst in de keuken stond en dacht, ik ga eens leren koken, waar begin ik? Ik ga naar de supermarkt en ik koop een pakje en dan ga ik iets leuks mee doen, want het staat op wat je mee moet doen. En ja, als het dan smaakt naar wat het zou moeten zeggen volgens het pakje, dan denk je al gauw dat je op de goede weg bent. Ja. Ja, wat vind jij van de meesteruitvinding tussen Douwe Egberts en Philips, twee Hollandse bedrijven, namelijk Senseo Koffie? Mooi concept. In de tijd waarin het ontwikkeld is, zeker een technologische ontwikkeling waar heel veel mensen baat bij hebben gehad. Het is een energiezuinige manier van koffie zetten, want je zet steeds bij één kopje koffie en je gooit eigenlijk weinig koffie weg. Voor zover dan is dat we daar zijn geweest, dan houdt het maar al een beetje op voor wat betreft Senseo koffie. Nou, wat dus blijkt is dat Senseo koffie dus helemaal, ja, misschien zuinig voor de koffie is, maar helemaal niet zuinig voor, is niet duurzaam, het is niet zuinig voor de planeet. Nee, maar wat wel duurzaam of zuinig voor de planeet is in relatie tot koffie, zou ik zeggen. Als je geen koffie drinkt, dan ben je het meest duurzaam. Ja? Ja, dan kun je moeilijk verbinden met mij, want meestal verbind ik met mensen door middel van het drinken van koffie. Maar is koffie niet duurzaam, nee? Nee, het moet heel de wereld rondgevlogen worden of gevaren worden om voor een hele kleine vergoeding. Zeker voor de mensen die het plukken. Ja. Ofwel machinaal, ofwel met de hand, ofwel iets wat daartussenin zit. Er moet heel veel tijd en energie ingestoken worden. Ja. En daarna moet het nog naar het land van bestemming toe. Want de meeste koffie wordt niet gedronken in de landen waar het geproduceerd wordt. Nee, hè? Dat is inderdaad een dingetje. Waarbij je dus inderdaad, was volgens mij ook van Keuringsdienst van Waarde. En dan gaan ze dus inderdaad naar whatever, Oeganda of zo. Of in ieder geval Rwanda. Dat is wat jij. Dus, volgens mij was het niet. Dat was een van de andere landen. En dan gaan ze naar de bevolking toe. Die allemaal werken in die koffieplantages. En die zeggen, ik kan er nooit in mijn leven een bakje koffie op. Nee. En meer specifiek in het geval van Rwanda, waar ik dan meer ervaring mee heb. Kijk, de Duitsers en de Belgen en de Nederlanders en de Engelsen en de Fransen. En dan de Portugezen en de Spanjaarden maar even niet uitsluiten. Er waren nogal grote mogelijkheden die de wereld gingen koloniseren. En om dat vol te houden heb je lekkere koffie nodig, zou je kunnen zeggen. Mm. Maar die koffie die moest eerst nog heel de wereld rond. En als je dan kijkt naar ongeveer een eeuw of anderhalve eeuw geleden, dan zie je dat dus via bepaalde missies of missionarissen, altijd niet onder de mom van de kerk of onder de vlag van de kerk of onder de vlag van een bepaalde missie van een land, gaan ze dus koffie verbouwen in een land waar het normaal gezien niet voorkomt. Ja. Nou ja, wat wil je dan als je heerser bent over zo'n kolonie? Dan wil je graag dat jouw spullen die je daar verbouwt, dat die netjes op de plek van bestemming komen. Want je kunt natuurlijk niet iedere keer als er een schip vertrekt weer een paar zakken koffie missen.
of specerijen, peper, net wat je daar verbouwt. En in het geval van koffie betekent het dus dat je als bijproduct de kopi luwak krijgt. De kopi luwak? En weet je, kopi luwak, dat die civetkatten wordt gegeten en dan uitgepoept. Het zegt me, oh wat? Ja, oh, dat valt eigenlijk een kwartje volgens mij. Gewoon net. Is dat van die koffie die dus inderdaad er wordt koffie, ik hoorde eerst van, dit is koffie die is uitgepoept door een kat. Is dat ja, die civetkat. Een soort wezel, heeft een heel spits neusje. Kan dan de lekkerste besjes van de plantage op het moment dat ze het meest rijp zijn, in die er lekker op te peuzelen. Maar die poept hij ook wel uit, want het zaadje wat erin zit, oftewel het koffieboontje, dat wordt gefermenteerd in de darmen van een beestje. En door die fermentatie, door die extra fermentatie, krijg je aan bijzondere smaken. Oké. Maar het was een afvalproduct, want in het algemeen gaan mensen niet in de poep van dieren zitten. Even goed om te kijken of een koffieboontje in zitten. Nee, het is ook niet echt dat je bedenkt. Het klinkt niet per se heel aantrekkelijk, zeg maar. Nee, voor mij ook niet. Ook niet vanwege andere aspecten die misschien later naar voren komen. Maar de introductie van dit stukje over koloniale verleden en de koffie. Kijk, in Rwanda waren het tussen de Duitsers die daar koffie naartoe brachten. En de Belgen die ook een tijd die kolonie hebben overheerst. Of geleid of geregeerd, dan kun je het wel zien. Maar mensen die daar werken, die zouden dat natuurlijk ook wel willen gebruiken. Want het groeit daar bij hun in het land of op hun land. En dan moeten ze dan maar iets meer zien te doen. Ja. Maar ja, wil jij dat die mensen het niet gebruiken of van je stelen, dan ga je ze gewoon vertellen dat het vergif is. Dus de gemiddelde Rwandees van mijn leeftijd, die ik in het echte leven ben tegengekomen, die wil graag koffie drinken of wil graag de verspreiding van koffiecultuur in het eigen land uitbreiden. Maar ga je naar een generatie die 20, 30 jaar ouder is, die zal zeggen, nee, ik drink geen koffie, ik hou het al bij thee. Want van een historisch perspectief is het gewoon vergif. Ik kwam vandaag ook tegen, ja, cafeïne heb je het dan denk ik over, hè? Of, Nou ja, kijk, cafeïne is in principe een vergif. De bedoeling van cafeïne is dat de dieren, of de insecten die dus zo'n beetje proberen op te eten, dat die dus het vergif cafeïne in hun systeem krijgen. En de meeste diertjes, oftewel insecten, oftewel kleinere dieren, die gaan dan niet zo lekker op. Ja, want ik, dat is wel interessant, ja. Ik ben heel erg benieuwd naar, je hebt daar een plaatje erbij gepakt. Even kijken, ik moet zo. Ja, dit kwam dus tegen op Telegram vandaag. En ja, we zien hier dus een spin die dus inderdaad NASA heeft dit gedaan, zeggen ze op Telegram. Dus ik heb echt nul verdere research gedaan. Maar in ieder geval, die hebben een studie gedaan waarbij ze dus een spin een substantie hebben gegeven en hem vervolgens een web hebben laten spinnen. Of nou ja, die spin die probeert die gaat toch wel bij de spinnen en hij deed zijn best. Hij ziet linksbovenin LSD, voornamelijk alleen maar spijlen gemaakt, maar geen structuur ertussenin. Op speed kwam die tot drie kwart of iets minder dan drie kwart. Voor de rest wel een beetje slordig in elkaar gebounced. Marihuana ook ambitieuze beginnen, maar onafgemaakt. Op zich ziet hij er nog wel het beste uit. Cafeïne is één grote puinhoop. Dat lijkt niet eens meer op een web. Dat is meer gewoon een soort van willekeurige hoeveelheid touwtjes aan elkaar geknoopt en je zoekt het maar uit. En normaal, dat is onderaan, dat is inderdaad gewoon een mooi rond web met inderdaad spijlen als een wiel uitslaand en dan inderdaad een stukje daartussen om een mooie ondergrond te krijgen als spin zijnde. Ja, wat denk je dan als je dit ziet? Denk je dan van, zo voel ik me ook als ik cafeïne op heb? Nou ja, kijk, er komen weer meerdere dingen in me op. De eerste is, wat is de wetenschappelijke waarheid van dit soort plaatjes? Ja. En wat je zegt, ik heb er verder weinig research naar gedaan. Dit gaat vandaag rond. Wat is het vandaag? Maandag. Weet je wat voor datum het is vandaag? Maandag. Het is ergens die maandag een week geleden. Want dit komt 21? Nee, 20. 20 juni. 20 juni is vandaag. Nou, op 20 juni ging dit plaatje rond op TikTok. Op TikTok kwam hij dan op Telegram. Ja. En iedereen spuwt het dan ook rond. Hè? Dan is dat helemaal het gesprek van de dag zo op Telegram in alle groepen. Dat is best wel grappig eigenlijk. Daar zie ik de humor wel van in inderdaad. Ik kijk even naar deze kant, want muziek is makkelijker. Maar dit soort plaatjes heb ik vaker gezien. En ik heb ook al eens video's gezien waar dit soort dingen naar voren komen.
het eerste wat ik denk is, nou, die mensen die of die spinnenspeed heeft gehad en cafeïne. Dat zijn de spinnen die toch wel heel erg hun best hebben gedaan om zo snel mogelijk af te krijgen. Als het maar op tijd af was, dan was het al goed genoeg. En dan zou je kunnen zeggen dat diegene die gespeed heeft gehad, dat die toch wel nog iets meer zijn best heeft gedaan. Ja. Dat was wel al vrij grondig. En diegene die cafeïne heeft gehad, is iets van, ja, als het maar hangt, dan is het al goed genoeg. De meest efficiënte manier, zeg maar. Ja, en die spin die marihuana heeft gehad. En ik vraag me echt af wat voor doseringen die beestjes dan krijgen. En hoe ze dat toedienen. Maar ja, die heeft er meer een hangmat van gemaakt. Hoe neemt een spin speed? Een spin heeft helemaal geen neus gehad of zo. Dan ben ik geen bioloog. Dus dan moet je me eventjes... niet vastspinnen? Nee, moet je me niet vastspinnen. Oh, we zitten aan de koffie, hoor. Ja, precies. Koffie begint te werken. Hey, voor zover ik het begrijp, hebben de meeste insecten, en in dit geval dan achtpotig ook, een soort holle ruimte waar een soort capillaire werking in ontstaat. Wat is een capillaire werking? Ja, de haarvaatjes die we hebben in ons bloed, bloedvaten. Ja. De haarvaatjes, capillaire werking. Bomen, een boom die neemt water op via capillaire werking. Maar neusharen en zo, en pupillen, dat soort longblaasjes of zo? Is in dat, alle weefselsoorten zitten, voor zover ik het kan inschatten, wel haarvaatjes. Oh, okay. Om bloed van en naar en de vloeistoffen van en naar te vervoeren. Maar ook dus in de handen en zo. Ja, joh, tuurlijk. Als ik naar mijn handen kijk, ik heb aderen. En het eind van een ader is ook weer het begin van een volgende ader. Hmm. Je nieren zitten ook vol met haarvaatjes. Haarvaatjes? Haarvaatjes. Dus de haarvaten, capillaire werking van haarvaten. Zo dun als haren. Maar heeft het heeft niks te maken met haar? Of hoe moet ik dat zien? Nee, niet zo dun als een haarzakje bijvoorbeeld. Oh. Maar dan denk ik aan spinnen, en even terugkomen spinnen. Ja. Spinnen hebben ook haren, sommige spinnen. Ja, sommige spinnen zijn goed harig inderdaad. Ja, dat is best spannend vaak. Hoe hariger de spin, des te angstaanjagender dat die is vaak. Ja? Ja, en ik denk aan een vogelspin. Dus bij mensen, werkt het bij mensen ook zo? Volgens mij zijn hele kale mannen zijn vaak iets enger dan behaarde mannen. In ieder geval, als ze blank zijn. Dat weet ik niet, kan ik niet echt goed over horen, maar ik vind het wel een interessante statement. Wat was dat? Was dat jouw telefoon? Laat jouw telefoon ook even... Mijn mobieltje. Kan je even jouw telefoon laten zien voor de mensen die denken dat ze old school en basic zijn? Deze man, dit is echt... wat is dit? Een Nokia... Ja, weet je, ik heb zoveel smartphones versleten. En ik merkte dat ik op een gegeven moment wel te veel in de rabbit hole raakte. De laatste keer dat wij hier waren, zat ik hier met een telefoon, volgens mij was het een iPhone. Oh. Schermpje was al kapot, batterij was op een gegeven moment ook al wel... Jij dacht, fuck it, back to the basics. Ja, weet je, hoe minder dat er kapot aan kan gaan, des te makkelijker houdt hij het vol. Ik was met Daf P laatste van de week bij Nijverdal. En we gingen even een hapje eten en zo. En hij trekt ook... elke keer als dus, hij wou een QR... Doe je telefoon eens uit, joh. Dat is een opname. Dat is toevallig Stef. die zit even bij onze golflengte. Ik zal hem even stilzetten. Daf P die zei van... als je stuur even een tikkie naar mijn vrouw... dan handelt zij het wel af, weet je wel. Dus hij heeft zeg maar gewoon zijn volledige... Hij heeft geen telefoon of zo bij zich. Of hij raakt hem in ieder geval niet aan... En vervolgens moet je dat... Zijn vrouw die doet alle technologie, zeg maar. En zelf is hij gewoon alleen pen en papier, zeg maar. Zo ben ik ook langzaam en zeker met digital detoxen, zoals ze dat noemen. En dit afgelopen weekend bijvoorbeeld hadden we een app nodig voor pinbetalingen. En dan heb ik mijn telefoon aan Robert meegegeven. En Robert laat zijn telefoon bij mij. En dan kan ik de kassa-app gebruiken. Yeah. En dan kunnen we pinnen. En dan is het na het weekend is voor mij weer genoeg technologie geweest. En terwijl we aan het werken waren... Heb ik er dan ook maar een keer even een fotootje mee gemaakt voor Instagram. En dan heb ik Spotify gebruikt om muziek af te spelen via een speakertje dat ik had meegenomen. Om een beetje sfeer te creëren. Maar in principe kan deze telefoon ook alles wat ik ermee wil doen. En alle dingen die ik er niet mee wil doen, die kan ik met mijn laptop doen. Wat mij betreft houdt het daar eigenlijk op. De telefoons zijn toch wel bedoeld om mee te bellen en mee te communiceren. En als ik de hele dag aan een schermpje gekluisterd zit op dagen dat ik vrij ben... Ja. Dan heb ik geen tijd voor mezelf. Dan kom ik niet meer tot rust. Dan ben ik de hele dag met die rabbit hole bezig van nieuws en filmpjes en videootjes. Ik ben liever met water bezig. Met koffie. Ja, want ik heb hier dus inderdaad Karel Team gehad. Ik zit ondertussen lekker Aquapiek promo chocolaatje te eten. En hij zegt dus inderdaad van hij was dus bezig met thee.
Hij was een thee-sommelier of zo, of thee-expert, weet ik veel. Thee-guru, thee-boeddha, thee-leider, thee-pionier, ik weet het niet. Iets met thee in elk geval. En hij zei van, ik loop vast op het feit dat je gewoon geen goed water hebt. Als ik thee thuis zet uit mijn kraanwater, dan smaakt het nergens naar. Terwijl als ik gewoon zuiver bronwater gebruik, dan smaakt het nergens naar. En hij dacht, hoe kan ik mensen thuis zuiver water geven? Hoe belangrijk is zuiver water voor koffie? Ik zou zeggen minstens zo belangrijk en tegelijkertijd bijna net zo belangrijk. Want naar verhouding gebruik je minder thee. Dus het is bijna net zo belangrijk als koffie. Koffie gebruik je vaak wel meer gemalen koffie of vers gemalen koffie. Soms maar, zelfs ongemalen koffie. Ja, want thee is, heeft natuurlijk ook vaak hele subtiele hinten en tinten en draait ook heel veel om geur. Absoluut. En dit wat je nu hebt gezet, dat is bijna teer, zeg maar. Ja, nee, dat klopt. Kijk, zo'n mokkapotje, dat is echt de ideale manier om koffie goed te verkloten als je het verkeerd doet. Ja, want je had wel een techniek inderdaad. Jij koelde hem nog af. Dat doe ik dus nooit. Nee, ik kan hem gewoon lekker doorpruttelen. Want er staat ook op, dan heb je een lekkere schuimlaag erop. Maar dat is dus helemaal niet de bedoeling. Nee, die schuimlaag, daar staat heel veel op het internet over te lezen. Mijn ervaring is, hoe verser de koffie en hoe complexer en beter de koffie van het begin is. Dus op een plantage heb je koffieboontjes. Die groeien in een besje. Dat besje zit aan een plant en die plant die staat in de grond. En hoe hoger die plant groeit op een voedingsrijke bodem, des te meer voedingsstoffen kan die opnemen. Ja. En hoe hoger het is, des te kouder is het vaak. Dus als het kouder is, dan doet die plant er langer over om te ontwikkelen. En doen die besjes er langer over om daadwerkelijk een besje te worden. Maar is het in Nederland dan niet koud genoeg? Of, Nee, in Nederland is het juist te koud en te laag. Het mag ook niet te koud zijn. Nee, je moet zeg maar, kijk, koffieplanten die groeien de beste op plekken waar het tussen de 15 en 25 graden is het hele jaar door. Graden Celsius. En de Arabica plant die groeit dan vanaf 700 meter en hoger, gemiddeld gezien. Op sommige plekken kan die dus iets lager ook al beginnen met groeien, maar het vaak te maken met vulkanische grond. Vulkanische grond is rijk aan bepaalde mineralen. Mm. Soms of vaak ook arm aan organische stof. Want mineralen en organische stof zijn niet direct aan elkaar verbonden, dat daar voldoende van aanwezig is in de grond. Ga je verder de hoogte in, verandert het zuurstofgehalte in de lucht ook. Ja. En zo zijn er nog heel veel andere invloeden, zoals schaduw en zonlicht, direct zonlicht, voldoende microklimaat, voldoende vocht in de lucht, voldoende schoon water. Schoon water is dus ook belangrijk voor koffieplanten. En je wil graag dat er wat bodemleven is. Ja. Nou, had je bijvoorbeeld een bananenplant, die wil je graag goed in leven houden. Op koffieplantages staan ook vaak bananenplanten. Wat meen je? Dan wel als schaduwplant, dan wel omdat de boeren daar nou eenmaal ook koffieplanten en bananenplanten bij elkaar in de buurt hebben staan. En dan zie je vaak dit soort bladeren. Ik weet niet of jullie dat zien. Dit soort, zo'n blaadje. Dat na verloop van tijd, dan gaat er ook gewoon van een plant afvallen, want dat heeft zijn functie gehad. Ik snij ze er vaak al eerder af. Dat kun je die doen. Dingen zijn taai, jongen. Wat je dus kunt doen, je kunt het natuurlijk eraf scheuren of eraf halen. En dan leg je het op de grond neer en dan is het een bodembedekker. Oh. En daar ben ik geen agronoom. Ik heb agro-korrels. Ja, dat is ook wel een agro of hydro? Hydro, ja. Ja, je hebt hydrokorrels, dat is wel water. Dus, agrokorrels is stukjes gras. Ik vind het een interessante opmerking. Ik kan hem niet helemaal plaatsen, maar ik vind hem wel interessant. Het is zo, ik maak er gewoon iets interessants van als ik met mensen spreek. Uh-huh. Dat doe je heel goed, Peter. Dat vind ik fijn. Nee, maar dus de bodembedekkers. Je hebt te maken met wormen die je graag een leven wil houden. Wormen die zijn ook goed voor de bodem en voor het bodemleven. Ja, ik zit nog niet echt te wachten op wormen in mijn huis of zo. Nee, maar je bent ook geen koffie of andere eetbare producten aan het groeien hier in je huis. Dus wat dat betreft zit je hoog en droog. Okay, dus maar je bent ver verwijderd van de aarde en daar de plek waar de... Het is niet zo dat ik straks fucking wormen in mijn planten moet hebben of zo, om gezonde planten te hebben. Ik denk dat het al heel wat is als je hier een banaan kan laten groeien. Dat gaat het niet worden, dat denk ik nu ook al vertellen. Nou ja, misschien kun je me verhuizen naar bijvoorbeeld bij Stef in de tuin. En dan heb je daar een stukje tuin waar een bananenplant daadwerkelijk tot bananenboom kan groeien. Ja, maar dan heb ik hier geen bananenplant meer. Dan mis ik straks mijn bananenplant. Nee, zo werkt dat niet. Vaak is het zo, als je iets naar Stef toebrengt, dan krijg je ook iets terug. En als je hem een plant geeft, krijg je meestal een stekje terug na het tijdje. Oh, Dus wat dat betreft zou ik zeggen, als je denkt dat hij het niet overleeft hier,
breng hem vooral ergens anders naartoe. Oh, maar die waar hij het wel gaat overleven, want dan kun je de planten leven houden. Hij is een plantendokter. Stef is wel een soort van plantendokter. Ja, wat hij met zijn water doet, is toch wel heel belangrijk voor de planten. Ja. Nou, ik ben laatst bij hem thuis geweest. En hij heeft dus echt inderdaad, of nou, hij in ieder geval daarachter heeft hij allerlei planten, bramen, bessen, zieke wildgroei, van alles. Allemaal, hij wil dat helemaal eetbaar maken, zijn hele achtertuin en zo. Het is ook zo'n mooi stukje bos, helemaal dicht. Natuurlijk een mooi plekje gemaakt met vuur en zo. Super gezellig. Ja, dat is wel vet. Dat is ook echt rust. Het is gewoon chill. Je zit wel vliegen, wel veel vliegen. Dat is een interessante opmerking. Ik denk dat het te maken heeft met die paardenstal van de buurman. Daar, altijd die buren weer, hè? Ja, nou ja, kijk, beter een goede buur dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. Ik denk dat die ook wel vrij sterk is. Ja, ja. Vanaf hier gezien is Stef voor jou een verre vriend. Ja, en ik heb hier heel veel buren, dat kan ik je wel vertellen. Ja, heel veel buren. Ik heb ze gezien, ik zag ze ook in de lift. En, het zijn allemaal vriendelijke mensen, maar het is wel het meest uiteenlopende soort volk wat hier in de buurt woont. Er worden 51 verschillende talen gesproken hier. En dan zitten ze wel eens met de organisatie van de flat zo van, oh, hoe gaan we al deze mensen aanspreken? Nou, in 51 verschillende talen, motherfucker. Ja, moet je ook nog uitvinden wat ze allemaal zijn, want dat weet je ook helemaal niet. En dan maar verwachten dat de boodschap overkomt. Ja, nou, ja inderdaad. Ze hebben nu ook beneden in het Arabisch en hebben ze ook wat dingen. Maar ja, dat covert misschien 20%. En dan sommige mensen zullen het dialect ook misschien niet helemaal begrijpen. Zo. Dus qua communicatie, ja, het is voornamelijk hand- en voetenwerk. Hier een beetje knikken, wat dingen aanwijzen en zo, weet je wel. Na een kleine jongen wijzen die weer eens binnen in de flat tegen de muur aan het schoppen is met de voetbal. En zeggen, nee, nee. Ja, dat is duidelijk, hè? Dan is het duidelijk. Als je de volgende keer weer ziet voetballen, dan moet je misschien een andere taal proberen. Oh. Gaan we eens even een panna bij je maken. Gewoon vernederen waar die bij staat. Hè? Franse vriendjes kijken, gewoon niks, bal afpakken, panna bij maken en dan zeggen, haha, moet je maar niet tegen de muur aan schoppen. Ja, of ik vroeg wel eens voetballen bij mijn neef achter in de pad. En dan ging de bal wel eens over de garage en dan was dan buurman Harry. En als je bij buurman Harry de voetbal over de schutting inschoot of over de garage, dan kreeg je hem vaak niet terug. Of er zat mes in. Nou, ik kan je zeggen, ik heb dat precies meegemaakt met mijn buren. Wij schopten dus altijd ook tegen de muren van de huizen aan van de inwoners. En wij snapten niet waarom ze ons gewoon niet lieten spelen. Dus toen trapten we de bal op een gegeven moment over het huis heen. En die kwam dus in de achtertuin terecht. En toen deed hij, belden we aan, toen deed hij open met de bal. En toen stak hij voor onze neus een mes erin. En toen gaf hij die bal aan ons terug. Getekend voor het leven. Maar wel duidelijk gecommuniceerd. We hebben minder gevoetbald daarna. Ik ben daarna ook wel dikker geworden, volgens mij. Nou, bedankt, buurman. Bedankt, buurman. Nee, ja. Weet je wel, speels zijn en zo, dat is moeilijk. Als je met z'n allen zo dicht op elkaar zit. Ik heb er ook wel begrip voor hier, dat die kinderen ook af en toe willen lawaai maken op een manier. Af en toe zitten mensen in die flat ook wat te zeuren. En ik denk van, ach, het is ook. Maar dat krijg je gewoon als je met z'n allen zo dicht op elkaar zit. En in tegenstelling tot Stef, die heeft daar alle ruimte. Ja. Hoe woon jij daar? Hoe woon jij een beetje dan? Heb je een beetje ruimte of woon je ook, net zoals mij, in een doos met mensen? Nee, ik zit in het centrum van Tilburg. Oh, dat is ook niet... Randje richting de ring. En meestal zeggen mensen dan van, oh, die kant, dat is niet de beste kant van Tilburg. Oh. Maar goed, daar hadden we het van de week over. Ook in de ghetto, woon je ook in de ghetto? Ik zit zeg maar tussen de hogeschool en een stukje bosgebied. Hmm. En een stukje industriegebied en een nieuwbouwwijk die buiten de ring gebouwd wordt. Mm. En aan de binnenkant van de ring zit de Schouwburg en een hogeschool voor de kunsten. Dus heel veel studenten in de buurt. Ah. En ga je dan verder het centrum uit, dan kom je in Broekhoven. En Broekhoven, dat is in Tilburg bekend als de ghetto, zoals jij het dan noemt. Dus lekker volks. Ik vind het altijd gezellig in een ghetto, weet je wel. In de ghetto. Nee, ja, ik vind de lat... mijn mensen zijn gewoon niet zo pretentieus. En je hebt alsnog wel ook gewoon hier mensen die lopen te zeiken. Alleen het heeft gewoon minder effect, weet je wel. Het is mensen die dan in zo'n buurt wonen met allemaal een stok in de reet en een woningsvereniging. En allemaal zijn samengeklonterd onder een of ander bestuursvormpje. En voor je het weet heb je een of andere brief op de mat liggen met allemaal aantijgingen dat je je voortuin moet onderhouden. En anders word je onteigend van je land of zo. Ik weet niet wat ze allemaal voor vreemde fratsen kunnen uithalen. Maar dat hoef ik allemaal niet, weet je wel. En ik weet dat deze mensen met 51 verschillende talen helemaal geen reet hoeven te communiceren naar elkaar.
En ik hou daar wel van. Gewoon als je communiceert met elkaar, gewoon omdat je daar zin in hebt. Niet omdat mensen elkaar, ongedwongen. Het is een ongedwongen sfeer hier. Dat is bij ons in Tilburg is dat wel aardig gelukt. Als je op je blote voeten wil lopen, moet je dat lekker doen. Absoluut. Met de buren, zoals je vraagt, beter een goede buur dan een verre vriend. We hebben hele leuke buren. Sjoerd en Borrie. Ik heb ook een buurman die heet Sjoerd. Ja, dat is fijn buurman, hè? Ja, Sjoerd is een goede buurman. Ja, die is altijd al voor een lekker biertje te porren als je thuis komt op een warme dag. Hard werken. Alleen ja, ik werk vaak zoveel en zo lang dat ik dan s'avonds thuis kom en denk, dan maar even slapen. Morgen weer vroeg op. Maar ik heb nu 2 weken volgens mij om een beetje uit te rusten. Ja. En ik schat de kans groot in dat we nog veel met de buren gaan zitten. Maar bij ons is dan de voertaal Engels. Want onze buurvrouw die komt uit Hongarije. Oh. Ik heb hier ook een buurvrouw uit Hongarije. En welke taal spreken jullie samen? Nederlands. Nou ja, dat is dan waarschijnlijk woont ze al wel langer hier. Ja, ze woont hier eigenlijk al 25 jaar of zo. Ja, mijn buurvrouw die is volgens mij 25 jaar. En die woont nou pas sinds een paar maanden in Nederland. Of een halfjaartje of een jaartje. Maar ze studeert hier. En dan is de voertaal Engels. Uh-huh. En dat is best leuk, want dan krijg je vaak Denglish. En leuke woordjes door elkaar. En, do you have a good day samen? drink jij veel koffie met je buren samen? Eigenlijk te weinig. Want de tijden waarop ik koffie drink, dat is meestal gedurende de ochtend en tot vroeg in de middag. Maar s'avonds laat drink ik vaak geen koffie meer. En meestal als ik hun zie, dan zie ik ze s'avonds. En dan staat een bier koud. Of dan gaan we gewoon even rustig zitten en dan pak ik iets anders te drinken. Ja, wij hebben dus inderdaad, we openen dit gesprek met de koffie die jij had gezet. Mm-hmm. Ik heb dat proces heel even gefilmd. Voor de mensen die niet weten wat een percolator is, oftewel een mokkapot. Ja, mokkapot. Een percolator is net iets anders, yeah? Maar het komt wel aardig in de buurt. Oké, nou mokkapot dan. Dit is een mokkapotje, ja. Het komt er heel langzaam uitgelopen. De koffie die erin is gegaan, die is eigenlijk iets te fijn gemalen. Vet een dikke prut. Met speciaal commentaar van de podcast. Oeh, beetje schuim. Oh. Ja, beetje schuim. Oh. Dat is dan de crema waar je het over had. Spannend, hè? Ja. Het is vaak best spannend. Ik heb deze gekregen voor mijn vriendin, voor mijn verjaardag. En ik heb nog, het is geweldig. Ik heb nog geen enkel kopje koffie meer met dat kutapparaat gezet. Ik zit alleen nog maar uit dit ding te lurken. En ik vind het geweldig. En als ik inderdaad, het is altijd espresso, maar ja, net wat je hier zei, dan doe je er een scheutje water bij en dan is het goed. Of je doet er een lekker scheutje melk bij en dan heb je een cappuccino. Het is gewoon, het is beter. Alles beter dan die fucking Nespresso. Nou, ik wil dan op Nespresso niet zoveel afgeven. Nee? Nee, gewoon puur omdat ik daar vandaan wil blijven. Oh. Maar ik zag van de week een Nespresso reclame. Toen dacht ik, ja, wat else? Ja, alles anders behalve Nespresso. Maar voor heel veel mensen is het gewoon de perfecte manier. Nou ja, kijk, ik wil wel een sociaal commentaar doen. Want het is ook wel een beetje... En ik wil niet zozeer inderdaad de Nespresso's en de Senseo's van de wereld de schuld gaan geven. Want dat doe ik altijd wel lekker corporaties bashen. Maar ja, lekker toch. In dit geval is het ook een stukje consumentverantwoordelijkheid. En ook een stukje... Ja, je wordt natuurlijk ook wel heel erg verkocht in die shit hoor. Want het is een speciale marketingtechniek, namelijk long-tail marketing. En dat is een goedkope initiële aankoop met vervolgens een hele dure service. Zoiets zie je ook bijvoorbeeld met printers en cartridges. Je printer kost €120, maar vervolgens je 4 cartridges hebt gehaald, erbij alweer meer geld kwijt als het originele bedrag voor de printer. Zo zit het ook met de Senseo's en de Nespresso's en weet ik veel wat voor knock-offs ze allemaal wel niet hebben met capsules of pads of weet ik veel wat voor een koffie gebundeld in 1 klein pakketje. Je zit vast in een long-tail marketing, dus je kan inderdaad apparaat kopen en denken, oh, is maar €80, dat is ideaal. Nee, je betaalt je helemaal schil aan de capsules of de pads. En nummer 2, je bespaart je inderdaad wat tijd. Maar alleen als je inderdaad een 1 kopje koffie zet voor jezelf. Want als je 10 kopjes koffie moet zetten, dan word je helemaal niet goed van zo'n single cup koffieapparaat. Nee. Moet ik heel eerlijk zeggen, deze percolator maakt het ook niet super makkelijk, maar ik kan er gewoon 4 bakken in 1 keer mee zetten. Absoluut. En wat ik wil maken, want we moeten toch duurzaam zijn voor deze planeet. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal die nodig is voor koffiepads en vooral voor die capsules zijn monstronumeus.
Passende woordkeuze, Peter. Ja, kijk, als het bij mij om koffie gaat, dan heb ik zoiets van zoveel mogelijk duurzame verpakkingen, zo min mogelijk plastic, dus we gaan in blik. Ja, je moet eigenlijk die ton van jou laten zien. Kan je die ton van jou erbij pakken? Ja, dat zou wel kunnen. Dat is wel geniale shit. Want over het reduceren, over verpakkingen gesproken, maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Maar ja, sommige mensen hebben ook een 25 kilo zak rijst thuis staan, weet je wel. Maar kijk, als je nou dit gewoon aanschaft, helemaal vol met bonen. Oh. heftig luisteraars. Ja, dat is een echte. Hoeveel zit erin? Nou, dat gaat over 10 kilo in. 10 kilo dus ongeveer. En, lekker ruikt het. Ik ruik het meteen hier al gewoon. Ja. Dat is dan wat er nog over is na een weekendje koffie zetten. Ja, je hebt goede business gedaan. Ja, weet je, het is hard werken. En weinig verdienen, zeggen we wel eens. Maar als je krijgt wat je verdient, dan ben je al in de land. Ja. Zet deze maar even weg. Ja. Ja, want dit is dan ook wel meteen een mooi bruggetje. Want we zijn er al een tijdje tantrisch omheen aan het dansen. En dat is namelijk wel ook wel even de reden dat jij hier bent. En ook even super scherp en een kopje koffie hebt. Kan je mij wel vertellen over jouw onderneming, namelijk Brewanda? Brewanda? Brewanda. Ja, Brewanda is een soort liefdeskindje tussen mij en koffie uit Rwanda. Ik ben daar in 2016 ongeveer mee begonnen. In dat jaar ben ik ook een robot tegengekomen. Tegen degene voor wie ik dit afgelopen weekend nog de koffie heb mogen leveren. En ook de kopjes koffie heb mogen zetten. Mm. Van E-café. En Robert had een hele mooie foodtruck gebouwd. Ik weet niet of je de film Chef kent. Nee. In 2013, 2014 was er een hele mooie trend van foodtrucks. Mensen die als zelfstandigen een passie of een droom najagen. Om iets moois te creëren. Iets waar ze achter staan. Ja, hier zie je deze foto is ook wel herbenoemd tot Just Another Day at the Office. We hebben hier wat beelden van projecten waar ik aan gewerkt heb, samen met andere mensen. En dit is een korte video gemaakt door Roosmarijn Everts. Kleine impressie van hoe ik een kopje koffie maak. Jesus. Op de meest ambachtelijke manier die ik Wat was die... Dit gaat weer snel. Dat is jammer van Instagram. Hè? Ik wil even stop gaan zetten op het moment dat jij aan de twee grootste koffiehandels ter wereld staat te trekken hier. Wat is hier waarom zo groot? Nou, hoe langer de hendel, des te groter het moment. Ja. Dat is eigenlijk gewoon natuurkunde. Uh-huh. Dus als je een langere hendel hebt, hoef je minder kracht uitoefenen. Maar waarvoor moet je kracht uitoefenen? Bij de leven uit die koffie aan het persen? Ja, kijk, als je die video... Je ziet het op deze video net niet helemaal. Maar die hendel, die spant een veer. En die veer die stuurt een piston aan. Mensen hebben het vaak over een pistonmachine, dan doen ze zoiets. Maar daar bedoel je eigenlijk een filterdrager mee. Een espresso machine heeft verschillende vormen. Heet dat piston? Ja, je hebt de volautomaat. Mensen die op knopjes drukken. In die zin is een espresso of een zeeropraatje is eigenlijk gewoon een hele kleine volautomaat. Maar jij zei piston. Ja, piston. Semi-automaat. Komt dat van het woord piston? Ja, van wat is dat ook alweer? Een zuiger. Zuiger inderdaad, ja. Bij verbrandingsmotoren heb je het over zuigers en cilinders. En cilinderinhoud. Is dat jouw vriendin? Nee, dat is mijn piston. Mijn piston. Nee, dus we gaan maar kijken naar zo'n machine. Dan, je doet eigenlijk heel veel vooraf. En als je vooraf het werk goed hebt ingericht, dan kun je de beste koffies maken. In het geval met een espresso machine maak je dan espresso. Soms vragen mensen om een lungo. Dan zeg ik, nou, sorry, dat gaat niet. Ik kan niet op een knopje drukken. Want wat is een lungo dan ten opzichte van een espresso? Je trekt als het ware primair, secundair en eventueel tertiair extract. Dus het eerste, tweede en derde deel. Het derde deel wil je vaak niet. Een lungo is vaak het eerste en tweede deel. En een espresso is het eerste deel. Oh, wat is het derde deel dan? De overextractie of het restproduct wat je nog zou kunnen gebruiken om de plantjes water te geven met een beetje koffie geïnfuseerd water. Dus zeg maar een soort van de nageboorte. Ja, nou ja, kijk, over het algemeen, als ik filterkoffie maak, dan zou je zeg maar van wat er overblijft in het filter, zou je nog een keer koffie kunnen zetten. En dat is dan hetgeen wat een beetje lijkt op de gemiddelde, sorry, de Senseo koffie, zeg maar. De Senseo smaakt vaak een beetje als het tweede bakje. Dus te weinig koffie, te veel water, een slappe bak. Ja.
Ja, dat is gewoon niet zo lekker, wat mij betreft. Maar ieder zijn smaak. Ik ken wel eens mensen die zeggen, ja, maar ik drink gewoon senseo koffie, dat vind ik gewoon lekker. Dan zeg ik, nou, veel sterkte ermee. En als je een keer in de buurt bent, kom eens een keer een echte bakken koffie drinken zoals ik hem maak. Maar de kunst van een espresso is dus eigenlijk gewoon 2/3 van de koffie wegflikkeren. Dat is een interessante zienswijze. Ik zou zeggen, de kunst van espresso is de juiste balans tussen schoon water met voldoende mineralen die daadwerkelijk de extractie kunnen doen. Dan kom je al gauw bij scheikundige termen uit, want extractie is gewoon een scheikundige term. Je neemt water als vloeistof, maak je warm of je maakt koud koffie, dat kan ook. Dan heb je vaak wel moeite om daadwerkelijk de smaak uit de koffie te krijgen. De temperatuur van het water bepaalt hoeveel en hoe snel smaakstoffen je van gemalen koffie af kunt halen. Mm. En de extractie is dan, je hebt je vaste deeltjes. En op die vaste deeltjes. Ja? Ja, vaste deeltjes. Op vaste deeltjes, daar zitten smaakstoffen op. En die los je op in het water. Dus je maakt een extractie van smaakstoffen van vast naar opgelost. En de opgeloste smaken, die zitten op of in het water. Oké. Okay. Maar dus bijvoorbeeld gedistilleerd water is optimaal dan of juist niet? Daar zijn verschillende meningen over. Uh-huh. En kijk, uiteindelijk is het zo, over smaak valt niet te twisten, zeg maar. Ja. Dus wat andere mensen lekker vinden, kan ik niet bepalen. Maar ik kan wel bepalen hoeveel smaak van iets ergens in zit. Heb je helemaal vlak water, waar dus niks op of in zit, dan is het moeilijker om bepaalde smaakstoffen eruit te krijgen uit de koffie. Ja. Wil je een goede espresso maken, dan is het van belang dat je dus opgeloste mineralen hebt in het water, maar niet meer dan een bepaalde hoeveelheid. Ja. Heel schoon water kan ook een beetje agressief zijn voor machines. Dus stel je voor, je hebt een espresso machine met allerlei toeters en bellen en knopjes en spruitstukjes en hele fijne nozzels, zoals ze dat dan noemen. Ja. Nou, dan kun je dus corrosie krijgen van je rubbertjes als je te agressief water hebt. En dan zie ik jou knipperen en dan denk ik, ja, ik ga te diep. Nee, helemaal niet. Te diep, maar misschien moet je even nadenken. Ik zit me ook heel erg een beetje dingen tegelijk te doen. Maar te schoon water geeft corrosie. Dus ga je metaal van roesten. Ja, kijk. Je verwacht een beetje, want dat doen ze, heb ik dus gehoord van Karel, dat ze dus inderdaad kalk in het water extra toevoegen om dus inderdaad de leidingen dicht te laten, of eigenlijk een soort van te coaten met een bepaald materiaal, wat dus inderdaad corrosie voorkomt. Kijk, ik heb gisteravond even te kijken naar die podcast die je met Karel hebt opgenomen. Uh-huh. En ik vond het heel mooi en tekenend dat hij vertelde over dat zijn vrouw thee aan het serveren was, waar hij helemaal rood in de boter van was. En zij als nuchtere zeer zei van, ja, ik weet niet precies wat je bedoelt. Waar heb je het nou eigenlijk over? Yeah. En daar heb ik ook wel eens gehad met mensen. Van, ja, sorry, is niet mijn ding. Ik wil liever een beetje pittigere koffie. Nou ja, pittig en koffie, dat zijn twee dingen die, dat zijn termen. Hè? Dus, je kunt het over koffie hebben als koffieboontjes, koffieplanten, gezette koffie. Yeah. Maar pittig, ja, een pittig smaakje, spicy, kruidig, dat kan in koffie zitten. Ja. Maar dan moet je het er wel uit zien te halen. Dan moet je het ook nog eens zo kunnen maken dat je het kunt serveren aan iemand. En de grap van gisteren was dat mijn vriendin dan koffie komt drinken en die komt een video maken. Misschien hebben we later in deze podcast ook nog wat materiaal om te laten zien. En zij zegt, ja, het smaakt naar laurier. Huh. En laurier is een beetje kruidig, vol. Mondgevoel, wat je zegt van, hey, je heeft iets weg van drop. En de meeste mensen verwachten geen dropsmaak in koffie. Nee. Nee. Maar het kan ook heel fruitig en heel sappig zijn, of heel zoet. Nou, alhoewel, een beetje dropsmaak is, want je hebt natuurlijk in koffie allerlei aardse smaken. En drop is toch ook wel in die categorie aards, zeg maar. Absoluut. Ja. En kijk, ga je kijken naar samenstellingen en analyses van verschillende smaakpaletten, dan kun je daar allerlei dingen in terugvinden. Mm-hmm. Waaronder dus ook drop en laurier smaak. En dan kun je dus die stofjes ook terugvinden in de koffie. Ja, maar dus die stofjes die dus inderdaad die smaken activeren, die vind je dan ook in die koffie. Dus die zijn helemaal niet zozeer gebonden aan desbetreffende laurier of kruid of whatever. Nee, zeker niet. Je hoeft geen kruiden toe te voegen aan koffie om de smaak van het kruid of van de, bijvoorbeeld mango. Ik zeg maar iets, de smaak mango. Voor zover wij als mensen kunnen waarnemen wat de smaak mango is. Kun je dus een samenstelling maken van 5 of 6 verschillende stofjes opgelost in water, die dan de smaak van mango geven.
En die stofjes hebben dan helemaal niks te maken met mango zelf? Over het algemeen worden die stoffen gemaakt uit andere beginproducten. Ja. En dan moet je denken aan olie. Oh. Of als je dus zuivere koffie wil, in de termen van smaakstoffen. Je kunt ook etherische olie extraheren uit bijvoorbeeld als je dus de geur van lavendel wil. Die potjes olie, etherische olie, misschien ken je ze. Mm-hmm. Dan ga je dus lavendelplanten extraheren door het destillatieproces toe te passen. Ja. En dan krijg je een heel complex smaakpalet of geurenpalet wat je dus in een olietje hebt. En dat is de essentiële olie of de etherische olie uit een plant. Ja. In meer of mindere mate doe je dat ook met koffie. Maar dan heb je in plaats van de plant neem je het zaadje. En zou je de blaadjes nemen, dan krijg je cascara. Cascara is een thee gemaakt van koffie. Niet de blaadjes, de schil van de bes. Zijn nou een thee gemaakt van koffie? Ja, je kunt een soort thee maken. De term thee in Nederland, je bent er met Karel in gesprek geweest. Karel heeft het over daadwerkelijk theesoorten, dus de theeplant. Ja. En daar allerlei variaties op. Je hebt de theeplant en je hebt de koffieplant. Je hebt ook andere planten die, guarana bijvoorbeeld en mate, dat zijn in Zuid-Amerika meer gedronken theesoorten die ook caffeïne of theïne bevatten. Of guarana, zoals ze het daar dan noemen. Je bent ondertussen een videootje erbij aan het zoeken, zie ik. Nou, niet per se. Nee, maar als je kijkt naar de thee gemaakt van de schilletjes van de koffiebessen, dan kijk je daadwerkelijk naar. Je begint met een beginproduct, de koffiebes. Mm-hmm. Die wordt verzameld, door elkaar gesneden. Zeg maar. Er zitten vaak twee zaadjes in één besje. Die wordt gesneden. En daar komt het zaadje uit. Dan hou je vruchtvlees en pulp hou je over. Ja. Dat zou als afvalproduct behandeld kunnen worden. Maar je kunt het ook als tussenproduct nemen. En dan kun je dat gaan drogen. En dan kun je daar weer thee van maken. Maar dat meen je niet. Ja, en maar is het dan... Is het toch gewoon slappe koffie? Of moet Nee. Het is echt het is het vruchtje. Toen we in de keuken stonden daar straks, toen we deze koffie aan het zetten waren, pakte je ook een paar zakjes thee erbij. Ja. Naar aanleiding van de referentie naar Karel. Smaakjes thee heeft vaak thee en iets wat met smaak te maken heeft. En die smaak die kunnen ze dus op een stukje suiker zetten. Smaak zoals suikerstroop, die dikken ze in. Doen ze een zakje erbij en dan heb je smaak bij thee. Ja, want als je nou gewoon een zakje Pickwick met fruitsmaak opentrekt die in de supermarkt hebt gekocht, dan zie je daar witte spikkels in zitten en dat zijn gewoon, dat is gewoon smaakstof. Een soort suikerkristallen met opgeloste smaakstof. Dus denk aan aanmaak, maar dan uitgekristalliseerd. En als je kijkt naar welke smaken zitten dan in de bes van het koffiebesje, daar en het vruchtvlees, als je dat laat drogen en indikken, dan heb je een soort van... schilfeltjes zou je kunnen noemen. Ja. Dus je hebt thee kun je als blaadjes plukken. En dan heb je daarna de gemalen thee in koffiezakjes. Een soort van afvalproduct, ook een soort afvalproduct, maar dan een tussenproduct. En dan wordt het in zakjes gedaan, dat is heel makkelijk. Wil je echt de thee drinken, dan kom je uit bij blaadjes. Ja. Denk aan verse muntthee. Dan je maakt een infusie van munt. Ja. Het is geen thee. Thee is van de theeplant. Maar... Dus het gaat om het proces, zeg maar. Dat is het. Ja, zoals wij Nederlanders de term thee gebruiken. Ik maak ook wel eens voor mensen die zeggen, ja, maar ik lust eigenlijk geen koffie. Dan zeg ik, nou, weet je wat, ik maak een lekker kopje thee voor je. En dan kan ik dus met koffie iets doen waardoor het eruit ziet als een kopje thee. Maar dan heeft het wel nog steeds koffiesmaak. Maar kan je dan ook koffie zetten van thee? Dat lijkt me heel erg omslachtig. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik zou niet zeggen, ik denk dat ik het wel kan, zoals Pippi Langkous, maar... Ik vermoed dat er ergens in de wereld wel iemand is geweest die heeft gedacht van ja, ik ga dat gewoon proberen. En als je die nog ooit tegenkomt, dan wil ik daar graag wel als sidekick hier in de studio komen zitten om te kijken wat eruit komt. Maar, want je zou technisch gezien gewoon theeblaadjes in die percolator kunnen doen en dan gewoon... Ja, maar koffie is van een koffieplant. Ja. Thee is van een theeplant, maar de term thee in Nederland... is breder geworden dan alleen maar iets wat je van thee maakt. Dus een kopje thee kan van kruiden gemaakt zijn. Dan heb je een kruideninfusie. En wij noemen dat dan een kruidenthee. Ja, want je kan ook een thee maken van truffels. Bijvoorbeeld. Dan maak je eigenlijk ook een infusie. Je maakt een extractie van een paddenstoel. Muntthee? Muntthee. Denk eventjes aan sterrenmunt. Ja. Anijs. Dat soort dingen. Maak je dan thee van.
Maar dat heeft niks met thee te maken. Nee, inderdaad. Niet met de theeplant in ieder geval. En zo heeft ik heb nog nooit over nagedacht dat munthee eigenlijk helemaal geen thee is eigenlijk. Eigenlijk is dat weer een of andere Hollandse hipster shit die gewoon weer helemaal gemisdefinieerd is. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Munthee. Als je iemand munthee ziet drinken en die zegt, oh kijk, is lekker munthee. Zeg je, nee, dat is muntextract. Of nee, opgelost. Muntinfusie. Muntinfusie? Een infusie van muntplant. als je heel correct wil zijn. Een infusie van muntplant klinkt op zich ook niet onaardig. Hè? Nee, maar mint-infused water. En zo kun je dus van allerlei dingen infusies maken. Infusie is eigenlijk, je trekt iets vanuit een vaste stof, vanuit plantmateriaal, trek je in water. Ja. Dan heb je het geïnfuseerd. Het water is dan geïnfuseerd met de smaak van het plantmateriaal. Zou je een wietinfusie kunnen maken? Ik denk dat dat wel vaak gedaan is, ja. Oh, oké. Okay. In principe, als je, ja, je kunt bijna alles kun je oplossen. Behalve de problemen van de wereld, zou ik zeggen. Dat klinkt heel positief, dit. Ja, nee, maar bijna alles kun je oplossen. Ja, nee, ga je in termen denken van oplossingsgericht, dan kun je bij wijze van spreken denken aan koningszuur of andere hele sterke zuren. Samengestelde zuren, waarbij je dus goud lost bijvoorbeeld moeilijk op. Maar ga je zwavelzuur en salpeterzuur bij elkaar mengen in een bepaalde verhouding, dan kun je goud oplossen. Aha. En wat krijg je dan? Een oplossing van goud en zuur. Dat is iets voor de Wereldbank. Heb je eigenlijk je goudoplossing? Ja, dat is een interessante afwijking weer. Maar ik vind het wel leuk zo. Ik ben benieuwd waar we nog meer naartoe gaan. Ja, ik wil even een filmpje opzetten over Rwanda. Want jij hebt wel iets met Rwanda. Mm-hmm. En dan kan je daarna even wat over vertellen. Dan hebben mensen ook even wat over Rwanda. Ik heb je gewoon even drie filmpjes. Ik denk... Deze ziet er wel leuk uit. Huh? Even kijken. En dan kunnen we misschien nog even wat te drinken pakken. En dan ga ik jou ook heel even aanspreken over je microfoongedrag. Bedankt. Ik moet echt eens een keer betere microfoons fixen. Ook deze voor de gast, zeg maar. Want deze neemt, zeg maar, alleen aan één kant op. En die van jou, die neemt aan twee kanten op. Mm-hmm. Dus mij hoor je ook over jouw microfoon. Zeg maar. Dus ik wil die voor jou zo heel zacht mogelijk zetten. Maar dan moet je hem eigenlijk bijna opeten, zeg maar. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Oké, okay, heel even een filmpje over koffie in Rwanda. In today's video, I am extremely excited to share with you all one of the world's best coffee located here in Rwanda, Africa. This morning, I had the opportunity to visit and learn with the special guide Eric, full of knowledge and expertise in this field. To be honest, I love coffee and drink 1-2 cups a day, yet I don't really know how it's made and where exactly it all started. So this video will give you full details on one of the most delicious coffee beans in the world. Rwandan coffee has both a colorful history and an exciting taste. Here are some of the highlights of the Rwandan coffee experience. The first coffee plants were brought to Rwanda by German missionaries in the early 1990s. But it took 3 decades before the coffee production took off. Most of the plantations in the country are fairly high and are usually situated somewhere between 4,000 and 6,500 feet above sea level. After having the chance to visit this amazing coffee plantation, I value more the price of coffee, as it's a very long process to create the final product. Eric, our talented tour guide, will take us through all the steps of their coffee processing units. I've always been passionate to learn new things during my travels around the world, but this traditional way of making coffee is truly unique. Eric talks about many interesting things while touring you around the plantation, such as varieties and period, different regions and soil, harvesting, fertilizing, the beginnings of coffee. But in this video, I wanted to share with you all the amazing traditional way they make coffee, like the old days, as for me this experience is one of the most unique I've ever did. Uye Mountain Coffee, where I'm currently enjoying this journey, has won several times the Cup of Excellence event in Africa. The quality of their coffee beans is so special that I cannot express any words. Back in Switzerland or other countries, I often add some milk or a little bit of sugar, but here it's so tasty that you'll have to try it pure. Think now. Are we gonna make coffee like this? Yes.
Now, we are going to roast the coffee by using traditional way. As you see, we have a clay pot. The purpose of this is to keep our culture. I'm the happiest in the world. Roasting coffee. I always want to make coffee like this now. So Eric just shared that once the smoke is coming, like in about 1 minute, it's soon ready. He's gonna share the next process with us. It was like starting like green after like a little bit brownish. Now they're really like brown, black a little bit. Oh yeah. Good. Oh yeah. It's good. Mmm. That's the first time I try it like that. Like raw. Uh-huh. Mmm. Now we are going to grind. Oh yeah. Oh, that smells so good. Yes. That smells so good. Whoa. Okay. Do you like it? It's in my glass. For life. Life. For life. Yeah. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. You got it? I have no words. I have no words really. Yeah. It is really different from the machine. Maar deze mensen drinken dus wel hun eigen koffie, op zijn minst. Ja, zo. En zo hoort het. Zo sterk als die uitspraak de lading dekt. Ze verbouwen zelf de koffie. Ze branden hem zelf en ze brouwen hem zelf. Ja. Zoals mijn bedrijf dan Brewanda heet. Het brouwen van. En dan wat nog meer, zeg maar. En Breda en Rwanda. Ja, je brouwt koffie. En in principe wil je zo'n vers mogelijk product. Want het is een natuurlijk product. Ja. En te vers kan ook. We hebben net een pakje koffie opengemaakt. Dan is hij vers uit het pakje. Ja. Wanneer die koffie precies gebrand is, dat weet ik niet. Ik heb het gewoon als cadeautje gekregen en ik heb het hiermee naartoe genomen zodat we koffie konden drinken, want je hebt geen molen. Normaal heb ik vaak een molentje bij me. Ja. Heb ik dit weekend niet gedaan, want we waren met de foodtruck weg waar een molen bij de foodtruck zit. Is het nog verschil dat je het met de hand maalt of dat je het met zo'n gewoon een of andere elektrische ding hebt? Of er zit zeker verschil in. Ja? Als je er op meer elementair niveau gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen, nou, de trillingen van de molen die komen ook in de koffie. Ja. Daar kun je iets van vinden. Oh. Ik blijf daar een beetje vandaan, maar als je met de hand maalt, ben je vaak een eeuwigheid bezig. Nou, ik wil het wel interdimensionaal trekken zelf. En dat de energetische multidimensionale lading van alle kwantumdeeltjes in die koffie die representeren in de multidimensionale wereld en alles kunnen zijn, kan jij deze koffie manifesteren met jouw multidimensionale kracht. Wat makkelijker is als jij zoveel mogelijk in contact bent met dat fysieke object en zo ook op spiritueel vlak in contact komt met de boon. En dus de universum, hè, de realiteit kan waarmaken waarin die boon tot zijn beste recht komt. Hè? Want er zijn, als je een bakje koffie zet, zet jij oneindig veel bakjes koffie. Bakjes koffie van het smerigste bakje koffie tot het lekkerste bakje koffie. Het bakje koffie waar je gewoon kapot van neervalt en het bakje koffie waar je je beste zelf van wordt. Al die bakjes koffie zijn mogelijk om te maken, maar dan moet je wel zelf op zoek gaan naar die realiteit. Ja. Dat is het interdimensionale vlak in mijn optiek. Ja, ik doe het vaak een kopje geluk. Ja. Ik serveer niet zozeer een kopje koffie. Maar ik serveer een kopje geluk. Oh. Ik wil mensen graag blij maken met een lekker kopje koffie.
Nou is het verschil tussen een lekker kopje koffie en een minder lekker kopje koffie natuurlijk heel relatief. Want de een vindt dit lekker en de ander vindt dat lekker. Wederom over smaak van niet te twisten. Ik vond deze koffie heel lekker. Ik vind hem ook lekker. Maar de koffie die ik afgelopen weekend heb kunnen maken, daar kreeg ik van mensen terug. Dit is het lekkerste kopje koffie wat ik ooit heb gedronken. Ja, je hebt de lekkerste koffie op dit evenement. En dan staan er 4 of 5 koffiepunten. En dan denk ik, ja, dat is toch wel een heel mooi compliment. Ja. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de koffie. Ja. Ja, en het is ook een ervaring, want het eten, voedsel en dat soort dingen is ook een soort van marker in tijd voor jezelf. Om terug te gaan naar een bepaald moment, om iets betekenisvol te maken. En als je iets tot je neemt waar je gewoon echt, ja, iets wat nieuws is. Hè, het kan wel gewoon echt een opening geven. Hè, ook weer dat je denkt van, oh, ik moet weer wat nieuw. Ik moet weer wat vaker nieuwe dingen proberen. Of, hè, dus als je vastzit in een sleur. Of inderdaad, als je nog nooit koffie hebt gedronken. Dat je denkt van, oh, misschien moet ik toch eens een keer koffie gaan drinken. Of dat als je al heel lang koffie drinkt. Met een of andere slap bak of senseo-meuk. Dat je uiteindelijk uit die roes gewakker geschud wordt. En denkt van, wat de fuck zit ik thuis te doen, joh, weet je wel? Ja, die vraag die kunnen mensen zich wel eens gaan stellen. Ja. Wat de fuck ben ik aan het doen? Ja. En ik heb me die vraag de afgelopen 2,5 jaar ook al eens afgesteld. Van, wat de fuck ben ik aan het doen? Ik wil graag koffie zetten op evenementen. Maar de evenementen worden geannuleerd. Hoe kom ik nou bij die mensen in verbinding? Hoe kan ik die verbinding versterken? En hoe gaan we dat op lange termijn vol zien te houden? Met de crisis die we hebben gehad, die waar we nog steeds in zitten. Hè? De nasleep van die crisis is nog steeds dat er logistieke problemen zijn. Er is personeelstekort op heel veel branches die leeg zijn gelopen omdat mensen iets anders moesten gaan doen. Dat is verdomd lastig. Nou, ik weet hier denk ik wel even een goede oplossing voor iedereen. Want voor win-win situaties moeten we niet bij de politiek zijn. Om even goed luisteren naar mij. Kijk, werkgevend Nederland. Hè? Als er nu werkgevers aan het kijken zijn, mensen die een eigen bedrijfje hebben, die mensen in loondienst hebben. Het is moeilijk. Het is moeilijk om nu je werkgevers, om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren. Hè? Voor mensen om bij je bedrijf te werken. Hè? Want het is allemaal niet zo makkelijk. Hè? Je wordt de inflatie, je hebt niet zoveel geld te spenderen. Er wordt vaak hoge werkdruk verwacht. Niet alleen van de bazen en dan daardoor ook van de werknemers. Als jij nou gewoon Paul van Weert koffie laat zetten op jouw bedrijfsfeestje. En dan zullen we kijken of je werknemers nog bij een of andere horecabaan of weet ik veel wat van ander gelukszoekend werk ze willen gaan doen vinden. Nee, je moet gewoon zorgen dat als je een bedrijfsfeestje hebt. Doe je bedrijfsfeestjes trouwens? Ja, als dat kan wel. Ja? Soms moeten we even kijken of het allemaal is. Mooie bedrijven, zoals bijvoorbeeld een boswachtersvereniging. Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Of maar bijvoorbeeld die plantenfestival, dat is ook weer echt inderdaad, dat is weer geniale shit. Maar weet ik niet, een schoonheidsretraite. Ja, nou kijk, er zijn heel veel mogelijkheden. En, bouwvakkers? Absoluut. Er is binnenkort volgens mij weer een bouwbeurs. Ik zie jou ook wel ergens gewoon op een of andere construction site met je gele helm op en dan gewoon midden in de beton daar gewoon koffie zetten voor fucking bouwvakkers en shit. 100% zeker. Kijk, op de evenementen waar ik werk, ik zet niet altijd alleen maar koffie. Ik ben ook wel eens bezig met op- en afbouw van evenementen. Ja. En mijn collega's die kennen mij ook als de jongen van de koffie. En dan breng ik mijn eigen koffie mee. En dan zodra ik de molen leeg zie gaan van de normale boontjes, dan denk ik, ik zal eens even een lekkere koffieboontje doen. En daar weet ik mijn collega's vaak goed mee te verrassen. Ja, want zo heb ik jou leren kennen, al koffiezettend. Ja. En het was helemaal niet een situatie waar per se koffie gezet moest worden. Maar we waren in Leersum, waar ook de Poppenkast Camping is, de 23 juli. En een hele Erlenmeijer situatie met scheikundige gebeuren. Walter White-achtige koffiezetpraktijken gaande. En jij ging eens even een goede bak koffie zetten, zeg maar. En waar niet alleen die naar alles behalve koffie smaakte. Naar noten en bloemen en vruchten. En ja, de drager was misschien koffie, maar dat was veel meer gaande als koffie. Dat is hoe ik jou heb ontmoet. Doe je dat vaker? Zit je de hele dag allerlei Walter White-achtige installaties mee te slepen naar mensen en dan koffie te zetten? Het meest elementaire wat ik mee kan nemen is een koffiemolentje. Vers gebrande koffie en een filterdragertje. En dan moet je denken aan zo'n ouderwets dingetje waar je een koffiefiltertje in doet. En als je het koffiefiltertje vult met vers gemalen koffie, die ook nog eens vers gebrand is, dan is het vrij makkelijk. Maar die Walter White koffiemaker, nou dan komt hij wel, de koffie zien, ja.
dit. Ik ga hem even opzetten en dan gaan we even kijken hoe het met onze koffie gaat. Ja, goeie. Ik zal eens even gaan kijken. Maar dit is hoger niveau koffiekunde op een hele cinematografische manier weergegeven. Net zoals er op heel... Oh my god. My god, that is the best coffee I've ever tasted. Sumatran beans. And I also have to give credit to the grind. Thank you, Mr. Wayne. Walt. Please, call me Walt. Why the hell are we making meth? Ja, dat zijn mooie dingen inderdaad. Dat is de serieuze installatie. Ja, de wekker gaat nu af, maar hij was nog niet aan het lopen. Ik denk dat hij nog 2-3 minuutjes nodig heeft. Dan noemen we het maar gewoon slow coffee. Gaan we het op de gok doen? Ja. Hij stelde trouwens wel een goede vraag aan het einde. Oh my god, this is the best coffee I've ever had. Why the hell are you making meth? Ja. Ja, waarom zou je methamfetamine maken als je ook gewoon de lekkerste koffie kan drinken die er bestaat? Ja. En ja, dat is ook... Kijk, ik heb vroeger in de farmaceutische industrie gewerkt als een kwaliteitsanalist. Om te kijken hoe de kwaliteit van bepaalde middelen is die je netjes als veilig medicinaal product op de markt wil brengen. Daar zit heel veel werk in. En daar wordt ook gruwelijk veel geld aan verdiend. Het is hartstikke belangrijk dat het goed gedaan wordt. Maar dat geldt voor koffie niet minder. En de minder goede kopjes koffie zeg maar, die je kunt drinken, daar gaat gewoon minder aandacht naartoe. Die worden bijvoorbeeld machinaal geoogst in plaats van met de hand. Die groeien op grond die mogelijk vervuild is. Als de grond vervuild is, krijg je ook minder schone koffie. Daarom heb je ook certificeringen zoals Rainforest Alliance en Fairtrade en biologische koffie. Ja. En de term biologisch is een beschermde term. Die mag je alleen maar gebruiken op het moment dat je dus voldoet aan bepaalde kwaliteitsanalyses. Maar wat betekent biologisch nou eigenlijk? Dat is wel een hele sterke vraag. Ja. In het geval van koffie betekent het dat je geen gebruik maakt van pesticiden. En dat is ook weer een relatieve term, want je kunt dus gebruik maken van biopesticiden, oftewel biologisch gecertificeerde pesticiden. Komt dat uit Nederland? Komt dat uit Nederland? Oh, er zijn zeker Nederlandse bedrijven die ook biopesticiden maken. En gelukkig weet ik daar minder van dan ik soms zou willen, want alles wat je eenmaal weet kun je niet meer ontweten. Nou, zullen we zelf gewoon een definitietje knallen? Ik heb ook al lang niet meer gedaan. Biologisch... Volgens de natuur tot stand gekomen of geproduceerd. Ja. Biologische ouders. Het schap met biologische producten in de supermarkt. De voorbeelden van het gebruik, oké. Maar dus volgens de natuur is tot stand gekomen. Maar dat kan dus ook gesynthetiseerd proces zijn wat gemimiceerd is uit de natuur, of niet? Ja, nou, als je... Kijk, ik ben vanuit mijn scheikunde achtergrond ben ik de chemie van de kwaliteit en zo ingedoken voor werkgevers waar ik destijds gewerkt heb. En naarmate je meer scheikunde begrijpt, dan ga je ook beter begrijpen wat er op een verpakking staat. Dus de labeling van bepaalde dingen. En, natuurlijke aroma's of geen kunstmatige kleurstoffen, dat is heel relatief geworden. Want een aantal jaar geleden is er een trend ontstaan waarbij de term clean labeling tot stand is gekomen. En zo kom je bijvoorbeeld in plaats van eners, kom je steeds vaker termen tegen zoals paprika extract of jeneverbes extract. Mm. En vaak zijn dat gewoon stofjes dat zijn die voorheen al als E-nummer gecertificeerd zijn en die dus als E-nummer goedgekeurd zijn voor gebruik van menselijke consumptie. Mm. En analytisch chemisch gezien kun je vaak van een niet natuurlijk product niet achterhalen of het wel of niet natuurlijk geproduceerd is. En natuurlijke productie is dan in dit geval gemaakt met levende organismen. Hmm. En er zijn in Nederland bedrijven, bijvoorbeeld DSM en Geleen, die maken niet kunstmatige geur en kleur en smaakstoffen. Ja. En als jij dan kijkt naar een label op een verpakking, dan staat daar bijvoorbeeld natuurlijke aroma's.
Maar ja, als ik de genetische code van een citroenplant in een bacterie stop, mm-hmm, en ik wil limoen of citroensmaak, dan kan mijn bacterie, die ik genetisch gemanipuleerd heb, kan ik gewoon wat te eten geven in een reactor. En dan poept die als het ware citroensmaak uit. En dat is dan een natuurlijke smaakstof. Ja. Hoe staat het met de koffie? Ik zal eens even kijken. Ik denk dat we er wel bijna zijn, Daniel. Ik denk het ook wel. Dus, ja. Ik weet niet of ik zei mimiceerde. Ik weet niet of dat een woord is. En anders drop ik dit gewoon als een term nu, officieel podcastterm. Maar ik bedoelde dus nagemaakt. Maar inderdaad, je hebt dus, zoals Paul net uitlegt, gewoon biologische processen. He, als jij inderdaad gewoon gebruik maakt van wat de natuur allemaal ons kan brengen. En dat gewoon namaakt. He, of nalaat gebeuren op een of andere manier. Dan heb je je biologische gebeuren. Ja. Schimmeltje of bacterietje poept een beetje citroensap uit en voilà. Dus ik neem heel even deze tijd om misschien heel even te vertellen over de Poppenkast Camping. Misschien is Paul er ook bij. Hij gaat kijken, hij gaat zijn best doen. Hij is ook hartstikke druk. En aangezien jullie misschien met z'n allen nu massaal Paul gaan inhuren om koffie te zetten voor al jullie benodigdheden. Ik kan me voorstellen dat hij misschien geen tijd heeft, maar ik hoop natuurlijk dat hij de 23e in Leersum komt. De eerste twee tickets die zijn eruit. Hè, dat doe ik allemaal met de hand, dus geef mij even wat tijd als jullie allemaal massaal gaan lopen bestellen. Er zijn beperkte plekken. We kunnen 70 man kwijt. Dus je moet toch wel even een beetje, niet te lang gaan lopen treuzelen en wachten, want dan kan het maar zo zijn dat je naast de boot vist. In ieder geval voor dit event. Voor de rest, gewoon een mailtje sturen naar peter@poppenkast.com. En je kan ook de Telegramgroep in de gaten houden. Ik had het net over de 23e. Hoe zat het nou? Kwam jij nou of niet? Nou, zoals het er nou uitziet, ben ik er gewoon bij. Oh, ja. Moet ik even suiker pakken trouwens? Hè? Nee, die heb ik er al in. Oh, die heb je er al in gedaan? Ja, oh, weet je. Ik twijfel ook gewoon aan en het is sorry dat ik dat deed. Nee, is oké. Er zijn ook mensen, zeg maar. Mensen zijn gewoontediertjes en dat is heel interessant. Vaak sta ik op een evenement koffie te zetten en dan kom ik mensen tegen die zeggen van, oh, heb je ook melk en suiker? Dan zeg ik, nou, weet je. En dan zou je kunnen zeggen, ik spreek uit de hoogte, maar uit respect voor de koffie zou ik jullie vragen om eerst de koffie te proeven. Ja. En dan pas melk of suiker toe te voegen. Ja. En zeker als mensen een cappuccino bestellen. Dan zit er al melk in. In melk zit ook melksuiker. Goed opgeschuimde melk is ook wat zoeter dan niet opgeschuimde melk. En dan krijg je dus van zichzelf al een stuk zoetere koffie. Ook de extractie van koffie bepaalt hoe koffie smaakt. Deze koffie, we hebben hem niet heel goed in de gaten gehad, omdat we hier ook bezig zijn met het opnemen van de podcast. Hij was al klaar met pruttelen. Ah, shit. Dus we waren eigenlijk iets te laat. Dan krijg je overextractie en dan is de koffie een beetje verbrand. Heeft iets langer op het vuur gestaan. Nou doen mensen dan vaak dus uit gewoonte suiker in de koffie of melk erbij. Ja. Om hem een beetje palatable te maken, dus drinkbaar. Ik probeer daar moment altijd voor te zijn door de koffie zo goed mogelijk te zetten. Ja. Mensen mogen zelf oordelen of ze wel of geen melk of suiker in doen. Maar uit respect voor de koffie heb ik zoiets van, die koffiebesjes die zijn geplukt bij de hand. Het is allemaal met de hand uitgesorteerd. Nou, je hebt dus die, want ik vroeg me dat altijd al eens af, die Turkse koffie. Die staat dus ook op die verpakking van die Griekse koffie die je hebt meegenomen. Ik ga eens even in één klap alle Grieken en Turken beledigen. Grieken en Turken zijn gewoon, dat is gewoon exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Het is dat de een met een blauw en de ander met een rood vlaggetje wappert, maar dat is tekenend. Hè? We hebben dat ook in het dorp, in Huissen. We zijn ook allemaal Huissenaren, maar nee, het ene voetbalteam van de ene wijk is rood en het voetbalteam van de andere wijk is blauw, weet je wel. Zo, we zijn verschillend. Maar ze vreten allebei vlees wat gedraaid is aan een spies. Ze vreten allebei plat brood. Ze zijn allemaal een beetje Norse, harige, kalende mannetjes, weet je wel. Ze hebben allebei die mediterraanse look. Ze vreten allebei
onmogelijk veel feta kaas of jonge witte kaas. En onmogelijk veel knoflook overal in. Dus het zijn gewoon dezelfde mensen. Die gewoon heel trots zijn op hetgeen wat ze geologisch gaande hebben. En dan vervolgens zeggen dat ze anders zijn. Maar ja, dus koffie. Jij bracht dus Griekse koffie mee. Waar dus inderdaad die koffie kan opstaan. Waarbij ze dus in het zand. Gaan ze fucking koffie maken. En ik vroeg me altijd al af van, what's the deal, weet je wel? Waarom ga je in godsnaam zo moeilijk doen over koffie maken, weet je wel? Dus ik wil het even laten zien. Dan moet je maar eens even vertellen van wat hier dan precies voor een balans gaande is. Ja, je zit hier iemand met een zandbak en een ibrik. Of een tjefse, volgens mij. Tjefse? Het is niet mijn specialiteit. Ik ken wel mensen die... Maar Hollanders noemen het gewoon een zandbak. Nee, dit ding waar hij nu koffie in stopt. Dus, okay. Dat is het Turkse koffiepotje of het Griekse koffiepotje, of net hoe je het wil zien. Er wordt een kopje water afgemeten. Want de verhouding tot water staat tot koffie is belangrijk om de juiste smaak te krijgen. Ook om een goede extractie uit te voeren. Hij heeft wat gemalen koffie in het potje gedaan. Daar gooit hij water bij. Mogelijk heeft hij er ook wat suiker bij gedaan. Dat kan ik vanaf hier niet zien. En dan zie je dat hij hem in het zand zet. Het zand is opgewarmd in een bak waar warmte-elementen onder zitten. En naarmate dat het zand de warmte overbrengt... Hoe heet is dat zand? Ik denk dat het een soort schelpenzand is. Ja, maar hoe heet? Hoe heet? Oh, warmer dan 100 graden. Oké, okay, ja. Want bij 100 graden... Hoe heet het zand? Hoe heet is het zand? Ja, hoe heet het zand? Twee keer de helft, zou ik zeggen. Maar, Turks zand is dit. Nou ja, het is in ieder geval zand dat een bepaalde warmte heeft, waardoor die de temperatuur van het water en het vaatje wat in het water staat kan verhogen. Hij gaat nou roeren om een beetje een homogeen mengsel te maken. Homogeen is ook weer een scheikundige term. Je ziet dat daar wat schuim op ontstaat. Dan de warmte van het zand dat overgebracht wordt naar het water. Zul je zien dat dus de vloeistof daadwerkelijk warm wordt. En door de verwarming van water wordt de opnamecapaciteit vergroot. Hmm. Om moleculen verder uit elkaar gaan staan? Ze gaan juist sneller bewegen. Ah. Dus warm water kan meer stoffen opnemen van koud water. Dan gaan ze elektronen uitwisselen en zo, toch? Of niet? Nou ja, er gebeurt van alles. Oh. En wat eigenlijk effectief gezien wil je opgeloste smaakstof hebben. Maar gaan ze dan echt nieuwe verbindingen aan? Of wordt het gewoon... Er gebeurt echt van alles. Wat er precies gebeurt, dat weten maar heel weinig mensen. En als ze het al weten, dan is het maar de vraag of het reproduceerbaar is. Dus of het nog een keer op dezelfde manier gedaan kan worden. En met deze methode, waar ik dus zelf weinig ervaring mee heb, zul je dus echt heel erg je best moeten doen om te voorkomen dat de koffie verbrandt. Zoals wat je net door mij heel erg nauwkeurig in de gaten is gehouden toen we in de keuken stonden, heb ik tegen haar gezegd, kijk, hier begint hij te lopen. En naarmate dat hij dus warmer wordt, dat zie je nu ook in de video, de vloeistof stijgt als het ware op. Hoe komt het dat hij zo omhoog uitzetting, komt? Uitzetting. Dus er zit CO2 opgeslagen in koffie. Ja. Ja? CO2 komt vrij van de gemalen koffie. En komt dus bovenop het water. En het vet is ook lichter dan water. En doordat de CO2 wordt verdeeld als kleine belletjes in de vettige laag van het vet wat op de koffie zit. Okay, ja. Daardoor zul je een crema laag zien ontstaan. Oh. Ja, want hier zit dus ook een soort van schuimlaagje op zo. Ja. Beetje een... Ja, dat is de crema. Okay. En volgens goed... Oosters of Midden-Oosters gebruik, zou ik bijna zeggen. Verdeel je dat dan netjes over de verschillende kopjes koffie die je uitserveert. Want iedereen heeft recht op een klein beetje crema. En maar dat is dus die eerste en die tweede deel van die koffie waar je het dan over hebt. Want je moet dus niet zo'n... Met deze zetmethode heb je eigenlijk niet... Er is er geen sprake van eerste en tweede deel. Oh, dat meen je niet? Nee, okay. Je pompt hier geen water over een koffiebasis. Ja, want je mengt het echt met elkaar. Ja, hier meng je het met elkaar. En... Ja, en vanuit scheikunde gezien zou je kunnen zeggen dat espresso maken meer lijkt op chromatografie. Oftewel schrijven met kleuren. Waarom? Omdat je dus een vloeibare basis, of je hebt een vaste basis waarop oplosbare en wateroplosbare stoffen zitten. En je stuurt het water met hoge druk eroverheen. Als je espresso maakt, dan heb je niet alleen de wateroplosbare stoffen, maar door de druk waarmee je water over de koffie heen perst, krijg je ook de smaakstoffen
die een vetoplosbaar zijn. Ah. En hoe verser dan wel tot een bepaalde versheid waarbij het te vers is, omdat je er niet goed koffie mee kan zetten omdat er dan te veel gas op de koffieboontje zit. Hoe verser de koffie is, des te beter is het vet nog beschikbaar om ook van de koffie af te gaan. Je hebt gemalen koffie, daar zit vet op. Het vet kun je dus door onder hoge druk water, 8 bar ongeveer, over het water te pompen. Daardoor kun je dus het vet ook van de koffie afscheiden. Gebeurt dat ook bijvoorbeeld in een Franse pers? Nou, dan krijg je weer eerdere termen van infusie. Dat is weer dan weer infusie. Ja, dus... Maar je drukt het ook naar beneden, maar dat is niet... Dat is geen hoge druk. Nee, maar dus je drukt niet het water over de koffie, maar dan druk je de koffie, gemalen koffie, die druk je naar beneden. Mm. Zodat je die niet mee uitschenkt. Ah. En met die Turkse koffie, dan heb je dus de gemalen koffie restjes. Die heb je ook nog in het potje zitten. Ja. En dan moet je even wachten totdat dat naar beneden gezakt is. En dan heb je dus koffiedrap en dan kun je koffie lezen. Oh. Koffiedik kijken. Koffiedik kijken. Ja. Ja, want wat is het aan koffiedik wat er zo kijkbaar aan maakt? Ja, dan zou je aan mensen moeten vragen die koffiedik kijken. Ik vind termen zoals zuivere koffie en koffiedik kijken vind ik altijd heel leuk om woordspeling mee te maken. Ja, maar het is ook echt als... Het gezegde koffiedik kijken is gewoon wachten totdat je een ons weegt eigenlijk, toch of niet? Dat zouden we kunnen nazoeken, maar volgens mij is het wel iets, je zou kunnen zeggen natte vingerwerk. Ja, natte vingerwerk. Natte vingerwerk vind ik ook wel een goede. Koffiedik kijken, zo van ja, weet je, we weten het niet precies, maar we doen maar wat. Dan is het toch maar koffiedik kijken. Dat is koffiedik kijken. Betekent dat er een voorspelling wordt gedaan, maar dat er erg onzeker is over de voorspelling uitkomt. Nou, weet je wat dit perfect is? Dit omschrijft de hele aanpak van de coronacrisis. Dat was met een partijtje koffiedik kijken. God non de ju. Ik ben blij dat ik ernaar om kan lachen. Ja. Ja, maar jij bent dus echt gewoon direct beïnvloed. Jij was bezig, jij had momentum. Jij denkt, ja, ik ga deze shit doen om alle goede redenen. En toen zegt de overheid, nope. Nou ja, kijk, ze hebben niet direct tegen mij nope gezegd. Nee, hebben niet Mark Rutte jou gebeld? Zeg, hey, nee, Paul, het is voorbij met je koffie, maat. Nee, even zo gezegd, het begin van de crisis. Ik stond nog op de vakantiebeurs in Utrecht te werken. Waarbij ik ook in vrij direct contact stond met iemand die uit China de regio Wuhan aan het promoten was. Maar dat meen je niet? Ja, dat meen ik wel. En die week werd ik ook ziek. Ik dacht dat ik flinke griep had. Maar er was nog niemand die ook maar een testje kon doen. Dus toen ik mezelf met mijn ziel onder mijn arm de week daarna weer door probeerde te laten gaan. Toen had ik zoiets van, hey, dit is wel frappant. We hebben nou in één keer een nieuw soort longziekte erbij. En ik ben zelf van nature, van achtergrond. Als kind heb ik last gehad van mijn longen. Mm. Bronchitis, astma, zie maar hoe je het noemt. Mijn ouders die rookten ook in huis. En ik had inspanningsastma en last van hooikoorts, allerlei dingen. Gewoon een gevoelige jongen. Oh, zit ik je vette smoke hier? Ja, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Ik ben niet aan het werk, het is geen oude omstandigheden. Iedereen krijgt bronchitis die bij de poppenkast komt. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Er is misschien een trend analyse op te doen. Maar dat was dus een laatste klus die ik in januari 2020 heb gedaan. Daarna zag ik langzaam gebeuren dat het werk in andere plekken afgezegd werd. Mm. Dat bepaalde evenementen niet meer doorgingen. En dan zit je op een gegeven moment... Maar als ik het goed begrijp voordat je doorgaat, je was ook wel een beetje ontzet door al het nieuws, zeg maar. Je dacht wel van, oh, hier word ik niet vrolijk van of zo. Absoluut. Kijk, het is heel vervelend als er ergens anders op een andere plek in de wereld vervelende dingen gebeuren. En als het een overstroming is, dan zul je niet direct... Als er ergens in de Himalaya een overstroming is, dan zullen wij hier in Nederland niet zoveel risico lopen. Een overstroming in de Himalaya? Ja, water valt naar beneden. En er zijn nogal flinke bergen. Als daar wat smeltwater naar beneden gaat... Als de Himalaya onder overstroomt, dan is een behoorlijke grote vloedgolf hij dan nodig, of niet? Nou ja, het is maar een voorbeeld waar ik vanuit de top van mijn hoofd kom. Maar denk eens na over wat je zegt. Weet je hoe hoog dat wel niet is? Zou je het een onderstroming kunnen noemen? Nee, ja, of het kan, maar dan ligt de rest van de wereld... Als het dak van de wereld overstroomt, dan ligt de rest ook onder water, zeg maar. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar het ging mij meer om een voorbeeld te stellen. Longziektes kunnen zich heel snel verspreiden vanwege de globale logistiek. En water zal niet met een vliegtuig naar een andere plek van de wereld gebracht worden. Want we hebben gewoon oceanen en daar stroomt het water naartoe. Ja, ja. Maar een overstroming is een andere crisis dan of een aardbeving. Daar hebben we in Nederland vaak niet zoveel last van. Je had toen een overstroming in Limburg.
Of dat nou natuurlijk of HAARP is, dat is te discutabel dan. Zeker. Maar er kwam hier een hele golf aan modderstroom voor mij met allerlei meuk die opgesleept was in de middeleeuwse dorpjes van Limburg. En die is helemaal via Roermond en zo. En dan uiteindelijk, zeg ik dat goed? Ja, en dan volgens mij. Ja, jawel, en dan Nijmegen en zo. En dan zit hij helemaal in Arnhem zo, allemaal door de rivier zo. Dus hun hebben daar slecht weer. Hier komt de meuk door de rivier. Ja, okay. Dus ik bedoel, enigszins zijn we wel verbonden met elkaar. Misschien niet de Himalayas inderdaad, maar... Ja, met hoge of Lagerbergte in Limburg, zeg maar. Die heuvels die ze daar hebben. Die hebben wel een beetje invloed op wat je hier ziet. Ja. Als je het hebt over de rotzooi die met water mee meegevoerd. Ja. Maar water heeft nogal een andere vorm van verplaatsing dan mensen die een longziekte met zich meedragen. Ja, mensen zijn wel, dat is wel, als je die kaart kijkt van die vluchtroutes en zo, en de scheeproutes en gewoon, ja, dat is, je hebt zo'n kaart, dat het is GPS air traffic of zo. En dan zie je alle vliegtuigen over de hele wereld zie je gaan. Het gaat helemaal stuk, jongen. Het is echt alleen maar, het is echt een mierenhoop gewoon aan mensen die constant van hut naar her worden gesleept. En er gaat geen dag voorbij waarbij er niet mensen van hut naar her worden gesleept van de ene kant naar de andere kant van de wereld. Dus ja, dat, in dat opzicht, dat doet water niet, nee. Ja, als het in flesjes gaat, flesjes water, gaan we op zich wel aardig rond de wereld. Ik weet zeker dat China flesjes water verkoopt hier in Nederland. Dat kan niet anders. Ja, waar dat water dan vandaan komt, is ook maar de vraag. Ja, een van de Chinese bedrijven dat hier in Nederland water verkoopt uit de kraan of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Er zijn wel merken die water uit de kraan verkopen, dat weet ik wel. Maar de hele insteek, jij was wel enigszins, dacht van oké, ik was wel huiverig. Jij was wel huiverig voor de situatie, zeg maar. Ja, want als je klussen plant voor een seizoen, wat eraan zit te komen. Maar niet vanwege de gezondheidsrisico's. Want dat was een beetje het, begin, ja, dat was een beetje het argument. Mensen zeiden op een gegeven moment zo van... ja, je moet dit en dat doen. Je moet gezond blijven, want, dat is, want anders kan ik straks niet werken. Dan denk ik, nee, jij kan straks niet werken... omdat de overheid rare maatregelen neemt. Niet omdat ik niet gezond blijf, weet je wel. Dus in dat opzicht... angstig zijn voor lockdowns... is natuurlijk niet echt gekoppeld aan of jij ziek wordt of niet, toch? Die moet even binnenkomen. Angstig zijn voor lockdowns. Ja, nee, ja, goed. Nee, maar ik dacht, want het was een beetje dat je zei van... ja, ik heb longaandoeningen, dus... Wel een risico. Kijk, als je op het moment dat je net een flinke verkoudheid of griep hebt gehad... en je denkt, oh shit, komt dit er eigenlijk nog achteraan? Ja. Dan zit je daar niet op te wachten. En ik geloof dat ik toch wel een week of 3-4... flink aanmodderen. Had je dan nog corona? Of, dat wist niemand. Voorheen was de term corona... was een verzamelnaam voor virussen. Ja, voor SARS. Coronavirussen die dus op een bepaalde manier... zichtbaar te maken zijn. Al dan niet met een elektronenmicroscoop. Voor zover dat dan... zijn leven is gaan leiden. Coronavirussen bestonden al langer. En vroeger als je een coronavirus kreeg, oftewel SARS-coronavirus, destijds in 2003 geloof ik dat dat was, daar zijn hartstikke vervelende virussen. Luchtwegvirussen zijn nooit leuk. En daar kun je hartstikke ziek van zijn. Maar ja, jij bent natuurlijk helemaal geen bioloog of zo, maar mensen zeggen ook van de virussen bestaan helemaal niet. Is dat een rare ding om te zeggen? Of? Nou ja, kijk... Want jij zegt van ze hebben het gedetecteerd onder een microscoop. Dus dan kan je zeggen, hier, dit is een ding. Of. Nou ja, je kunt allerlei dingen meten. Meten is weten, zeggen we vaak. Maar als je niet weet wat je meet, of je weet niet in welk milieu je dingen meet... of welke marges of meetfouten je maakt... er is weinig zo absoluut als een lijn tussen twee punten. Hè, van hier en hier. Dat kun je goed meten. Maar alles wat daar... In drie dimensies wel, ja. Ja, maar de temperatuur kun je meten. Er zit een maatstaaf aan. En zo, je kunt een hele hoop dingen meten. Maar als je van hier naar hier zou meten... in de tijd dat jij dat aan het meten bent... ben je in het universum ook alweer een stuk verplaatst. Dus, ja. En hard ook trouwens, weet je wel. Dus het is ook relatief ten opzichte van iets anders. Ja, we gebruiken vaak de tijd als meeteenheid... om bijvoorbeeld snelheid aan te geven. Ja. En dan zijn er termen zoals de lichtsnelheid. Want niet zo snel dan het licht. Zeggen ze... Maar dat is een wetenschappelijk aangenomen waarheid. Ja, maar... Niet zo snel dan het licht. Dat is grappig dat je dat zegt. Misschien kan ik dat wel even vinden. Want quantumcomputers, die zijn rustig aan alle dingen die Einstein heeft vastgesteld aan het afpellen. Ja.
En zo zullen we altijd zien dat er in de wetenschap ruimte is voor discussie. Mits en maar het niet te veel door de politiek wordt ingezet als middel om mensen te beïnvloeden. En de wetenschappelijke waarheid van bepaalde standpunten en bepaalde feitelijke waarheden, dat zijn altijd de meest waarschijnlijke opvattingen of metingen of de consensus. Totdat er weer een nieuw inzicht komt, waardoor alle materie en alle materialen en alle kennis en feitelijkheden weer aan de kant worden gegooid. Ja, maar ik vind het gewoon even leuk altijd om even toch wel heel even die hele pandemie door te nemen aan verschillende mensen, want er zijn zoveel dingen ook onbesproken gebleven. Jij was aan het begin van die pandemie. Ik heb zelf ook even wat filmpjes eruit gedaan, want ik was in het begin ook heel anders erin. Ik heb echt een weg doorgemaakt. Ik was ook huiverig en zelfs na een jaar had ik nog zoiets van, joh, we moeten wel even een beetje redelijk blijven, weet je wel. En ik ben in dat jaar weer helemaal overstag gegaan, zo van, joh, dit is inderdaad het grootste partijtje koffiedik kijken van de afgelopen eeuwen, volgens mij. En maar als ik het goed begrijp, want jij snapt ook, als je naar de wetenschapachtige situaties hebt gehoord in de media, dan zou je ook moeten hebben gefrustreerd. Want je komt aan het begin, alles, je werk is je ontnomen. Je was oprecht huiverig omdat je ook je eigen gezondheidssituatie in acht wil nemen. Dus ik neem aan dat je ook in zekere zin gewoon hebt meegewerkt aan bepaalde dingen. Absoluut. Wanneer voel je niet verraden op een of andere manier? Zeg maar ook door, want de wetenschap heeft zich ook niet van alle. De veel mensen die claimden de wetenschap te vertegenwoordigen hebben zich ook niet van de meest charmante kant getoond. Net, voor mij zijn er zeker wel momenten geweest waarop ik me echt belazerd voelde. Om het allemaal zo te noemen. Kijk, je verraden voelen of je belazerd voelen is ook een moment in de tijd en is een keuze. Ja, verraden is ook iets persoonlijker of zo natuurlijk. Ja, dan richt je het meer op een externe factor. En je belazerd voelen kan ook gewoon zijn van, hey, ik voel me belazerd, want dingen gaan niet zoals ik het gepland heb en de situatie overkomt me. Maar dan hoef ik niet per se naar een persoon of naar een instituut of iets dergelijks te wijzen. En mijn belazerd voelen zegt vooral iets over mij. En mijn verraden voelen zegt ook iets over mij ten opzichte van een ander. Maar wat neem jij jezelf kwalijk dan hoe jij de afgelopen 2 jaar hebt doorgedaan? Ik heb veel discussies gehad met mijn ouders. Waarbij ik soms echt heel, heel hard ben geweest. En daar heb ik ook sorry voor gezegd. Maar wat voor discussies moet ik me voorstellen dan? Ja, kijk, iets wat mij opviel in het begin van de crisis was dat de rente van de ECB, geloof ik, die werd verlaagd tot onder nul. Ja, dus dan kreeg je kreeg, als je geld ging lenen, in dit geval als de Nederlandse overheid geld ging lenen, kregen ze er op ieder miljard als lenen, kregen ze er 5 miljoen bij. Ja. Toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, volgens mij klopt dat niet. Er begint hier iets scheef te gaan, waarvan ik me afvraag of het wel goed is voor de mensen die A, hard werken voor het geld wat ze verdienen, B, voor de waarde van het geld, en C, voor de werkvoorziening van mensen die het al moeilijk hebben of misschien wel verder van de arbeidsmarkt staan of misschien wat meer op zelfstandige wijze proberen dingen uit de grond te stampen. Nee. En de ene is natuurlijk veel harder geraakt door de crisis dan de andere, maar ik weet wel dat mensen in de evenementindustrie toch wel echt een flinke klap hebben gehad. En daarnaast bijvoorbeeld ook mensen in de zorg. Denk even aan zelfstandigen die ingehuurd worden door ziekenhuizen. Die worden blootgesteld aan bepaalde risico's, heel hoge werkdruk, besmettingsgevaar. Want we kunnen van alles vinden over een virus, maar het virus doet gewoon wat het virus doet. Namelijk zo lang mogelijk en zoveel mogelijk mensen besmetten, totdat het op een bepaald moment evolueert naar een nieuwe versie. En ja, kijk, als ik dan kijk naar mijn relatie met mijn ouders, dat is wel flink geweest. Mijn zus die zei op een gegeven moment, ja Paul, je denkt daar gewoon anders over. Daar heb ik mijn zus nog nooit. Maar hoe dacht jij er dan over? Was jij coronacritisch op een gegeven moment? Of juist helemaal niet? Vanaf het begin af aan ben ik mezelf gaan verdiepen in meerdere narratieven. Hè? Dus hoe zuiver wetenschappelijk wordt onderzoek gedaan? Hoe wordt er gezegd dat mensen zich kunnen beschermen? En hoe beschermen mensen zich daadwerkelijk? Als ik als laborant op een laboratorium werk, heb ik me te houden aan bepaalde veiligheidsvoorschriften. En dan moeten bepaalde, bijvoorbeeld mondmaskers of handschoenen, die moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Mm. En die eisen die zijn er niet voor niks.
Heb jij een FFP2 of een FFP3 masker, dan ben je beter beschermd dan wanneer je een stoffenlapje over je gezicht heen trekt. Gaan wij vervolgens te horen krijgen dat ieder stoffenlapje verplicht is dan wanneer je de winkel in gaat. Dan vraag ik me af wat de wetenschappelijke waarheid daaromheen is. En vooral ook als nog een persoon als Jaap van Dissel zegt, nee, het is een experiment. We gaan gewoon kijken wat wel en niet werkt. Ja. En vanuit sociaal opzicht vind ik het heel fijn als ik iemand aankijk, dat ik die persoon in de ogen aan kan kijken. Nou, dat kan dan nog steeds met een mondkapje op. Maar op het moment dat mensen een mondkapje dragen en ik lach en mensen zien mijn lach, maar ik zie niet hoe zij reageren, dan kan het best zijn dat ze zich bedreigd voelen door mij. Ja. Want ik heb met uitzondering, dagen later heb ik weinig mondkapjes gedragen. Vanwege het feit dat ik dus zwakke luchtwegen heb. Ja. Nou ja, dat is best wel een heeft tot penibele situaties gezorgd. En veel discussies en zo? Ja, discussies. Je moet gewoon een mondkapje op doen. Ik zeg, dat bepaal jij. En dan kijk ik iemand recht in de ogen aan en dan vragen ze zich af of ze gelijk hebben. En dan kun je een gesprek voeren. Maar sommige mensen vinden ook gewoon dat het moet, want het wordt gezegd dat het gedaan moet worden. Ja. Je kan niet vaak veel meer met dat soort mensen, hè? Ja, ik persoonlijk niet. Maar, en die mensen moeten zelf uiteindelijk tot inzicht komen op een of andere manier. In de eerste weken dat er nog geen sprake was van een mondkapjesplicht, had ik FFP2 maskers liggen, had ik handschoenen bij me als ik naar de winkel ging. Dan werkt dat met jouw baard? Nee, natuurlijk niet. Ja, het liefst heb je dan een geschoren gezicht. Ja. En een masker wat zover als mogelijk hermetisch afsluit. Dus dat je alleen maar door een filtertje heen ademt. Ja. En dan is zo'n filtertje 2, misschien 3 uur houdbaar en dan moet je het weer vervangen. Dus dan loop je de hele dag door maskertjes te gebruiken om ergens te kunnen zijn. En dan denk ik van ja, dan ga ik liever niet naar die plek toe. Nee. Dan bestel ik mijn boodschappen of dan haal ik ze wel bij een winkel waar ik geen mondkapje hoef te dragen. Ja, maar het is ook grappig. Hè? Ik heb een tijdje, voor de pandemie was ik al geïnteresseerd in labs. En was die serie van, dan gaan we krijgen, hoor, die Neil deGrasse Tyson serie gebaseerd van Carl Sagan. En daar gingen ze allerlei wetenschappelijke doorbraken gingen ze daar doornemen met leuke animaties en zo. En een van was een wetenschapper die dus inderdaad de luchtdichte ruimte ging uitvinden. Ook iemand die op een gegeven moment beklag deed over de hoeveelheid lood die in de lucht was. Dat was een of andere gozer, die was soort van neurotisch, die moest alles schoon hebben, zeg maar. En die wou inderdaad, die deed ook met microscopen en zo, die deeltjes bekijken. Maar hij zag altijd dat er saturatie gaande was, omdat hij gewoon zijn omgeving maar vies bleef, zeg maar. Mm-hmm. En de hoeveelheid moeite die hij door moest gaan om zijn lab schoon te krijgen, zodat er geen deeltjes, en dan hebben we het voornamelijk over stofdeeltjes, niet eens virusdeeltjes, want ze zijn nog kleiner, eruit te krijgen. En als je nu ook zoekt op BSL-4 labs, hoe die beveiligd zijn, hoe grote verdiepingen bovenop de daadwerkelijk verdieping zitten, alleen maar om de lucht eruit te zuiveren, om die ruimte zo schoon mogelijk te houden. En dan heb je nog niet 100% schoon. Als je dan bedenkt dat dan mensen in gewoon de dagelijkse wereld een lapje stof voor hun bek hangen en zeggen, ah, oh, dan komt het allemaal goed. Dat staat zo ver af van de werkelijkheid, van hoe deeltjes door de lucht heen bewegen. Want zelfs zo'n FP2-masker, dat is... inderdaad, dan moet je hem helemaal met, wat de dokters doen, dus hem helemaal met tape afsluiten zo. En dan zo'n bril op, want je ogen die nemen ook gewoon substanties op. Zo'n virus kan ook in je ogen terechtkomen en wordt opgenomen via je vlies en je vochtige dingen. Het slaat helemaal. Ik dacht op een gegeven moment inderdaad met die mondkapjes van oké, weet je wel, dat argument zo van oké, als je je broek omhoog doet en je pist, dan pis je tenminste in je broek. En als je je broek omlaag doet, dan pis je een eind ver weg. Hè? Dus inderdaad die micro-droplets theorie, aerosolen. Maar het was ook helemaal op dat randje van is het virus nou airborne? Want wat betekent wat een virus airborne is? Een virus kan volgens mij helemaal niet airborne zijn. Het heeft altijd een drager nodig, toch? Er zijn heel veel mensen hebben het idee dat virusdeeltjes door de lucht heen zweven, zeg maar. Maar dat kan helemaal niet, toch? Nou ja, wat is lucht? Lucht is een mengsel van gassen. Ongeveer 21% zuurstof en de rest is ongeveer stikstof. Dus we kunnen het ook over stikstofproblemen gaan hebben. Maar daar zijn we nog lang niet, volgens mij. En ik hoop ook dat we daar eigenlijk vandaan blijven. Want dat soort dingen, dat is toch weer meer politiek dan wetenschap, voor mijn gevoel. En ik vind politiek machtig interessant. En ik weet ook dat wij ook een bepaalde verbinding hebben als het gaat om politiek. We kunnen gewoon over stikstof gaan hebben, dat is geen probleem.
Nou ja, stik er maar in. Nee, ik zou zeggen stikstof, er zal vast nog iemand zich aanbieden die daar meer over te zeggen en er meer over te weten heeft dan dat ik het heb. Ik had gehoord, hoe heet die vriendin van Stefan ook weer? Irmgard? Nee. Nu heb ik iemand beledigd. Kut, sorry. Is okay. Iemand die kwam inderdaad over stikstof vertellen, ook inderdaad misschien op de camping. Mm-hmm. Maar lucht, deeltjes lucht, in lucht. Deeltjes. Je kunt deeltjes in lucht kun je meten. Er zitten toch gewoon overal virussen. Gewoon overal. Ja. De hele dag door worden we gewoon belaagd met virussen van alles en nog wat. Ons hele lichaam zit vol met virussen. Natuur. Dat is de natuur. Er zijn DNA-strengs en virussen die ook representatief zijn in onze eigen DNA. Implicerend dat virussen meegeëvolueerd zijn met ons of zo. Nou ja, kijk, er zijn het hele idee van de mensheid bij mensen. Wij zijn ontstaan uit, mits je die overtuiging aanhangt, daar is evolutie gaande geweest. We zijn nooit vanuit het niks zijn we met iets begonnen. Sommige mensen noemen dat de Big Bang. Het ontstaansgeschiedenis van wat wij hier aan het doen zijn en wat hier en nu is. Daar is heel veel discussie over mogelijk. Volgens mij had ik gisteren een stukje van je laatste poppenkast aanstaan. En dat ging dan over... Met mijn everything, always and everywhere. Dit is wel een hele interessante zienswijze. Yeah. En misschien denken over 100 jaar mensen, iedereen daar wel zo over. Yeah. Maar er zal altijd religie zijn. En er zal ook altijd een bepaalde mate van scepticisme. Er zullen mensen zijn die sceptisch zijn over de zienswijze van de meerderheid. Maar je mag aannemen, hier, als we hier in Nederland met elkaar spreken, dat je het over evolutietheorie. Er is ooit een keer leven ontstaan. Leven voldoet aan bepaalde eisen die de biologie daaraan stelt. Destijds, toen ik op een opleiding zat, kreeg ik bij microbiologie te horen dat een virus is een niet levend organisme. Het is wel een organisme, maar het heeft een gastheer nodig om zich voor te planten. En daarom is het niet levend. Het is een dood object. Het is een vorm van organisch materiaal die al dan niet binnen een gastheer zich kan reproduceren. En de term die mij destijds is verteld over leven, is dat het zichzelf moet kunnen voortplanten. Maar want het idee is natuurlijk dat zo'n virusdeeltje... Want zoals ik het heb begrepen is dus een virusdeeltje een soort van vetbubbeltje met daarin een RNA-strengel. En dat vetbubbeltje moet dus ergens op. Of dat virus heeft dus inderdaad dus een bepaalde configuratie met hoe noem je dat, enzymen. Zodat hij inderdaad ergens aan kan haken. Ja, die spike-enzym, spike-eiwit. En dat verschilt per virus. Dat is ook de reden waarom een virus wel of niet succesvol is. Omdat hij een bepaalde spike heeft, zeg maar. En dat ergens op vastplankt. Dus of een plant, of een dier, of een mens, of op je oma. En maar dat vetbobbeltje, dat is helemaal niet zo. Dat is als dat bloot wordt gesteld aan de elementen, zoals lucht, zonlicht. Zonlicht, inderdaad, dan gaat het gewoon kapot. Dan valt het uiteen en dan is het klaar. Dus dat virusdeeltje is hartstikke kwetsbaar. Dat moet constant in een bepaalde omstandigheid worden gehouden en zo. En dus ze hadden het de hele tijd over dat idee dat het dus inderdaad wel niet airborne was, alsof de virusdeeltje door de lucht heen zweven, weet je wel. Dat ook op objecten virus zouden kunnen blijven liggen. Hè? Maar dat is dus... Want virussen moeten wel in een afgeschermde ruimte zijn. Als ze gewoon zo in het daglicht zijn, als ze zo gewoon open worden gesteld aan de lucht, dan zijn ze zo kapot. Ja, dan is het ene virus het andere virus niet. Maar dat ligt dan puur aan dat vetbobbeltje, zeg maar, eromheen of zo. Ja, kijk... Of waar het zich in transporteert, zeg maar. Dus ja, als je de mate van overdracht. Kijk, het RIVM heeft heel veel onderzoek gedaan, ook voordat er sprake was van een coronacrisis. En dan wordt er, ik meen dat een publicatie uit 2012, 2013 of zo is geweest, waarbij er wordt gekeken naar statistische gegevens en hoe een griepvirus zichzelf overdraagt. En dan wordt er gesproken van aerosolen. Ik weet zeker dat als ik griep heb en ik wrijf een keer naar mijn neus zo en ik heb hier een virusdeeltje zitten en ik geef jou de hand, dat jij ze op je hand hebt. En binnen de vloeistof, dan wel de hoeveelheid materiaal die aan mij kleeft, kan ik het aan jou overdragen. Ja. Dan heb je geen sprake van aerosolen. Ja. Je kan ook in je oog wrijven, je kan het ook naar binnen krijgen. En hoe agressiever of hoe gevaarlijker een virus is. Dit kan besmettelijker zijn of het kan gevaarlijker zijn in de zin van dat het je snel doodmaakt. Of dat het zich snel kan voortplanten in je lichaam.
En welke mechanismen van actie daar van toepasbaar zijn, die bepalen hoe gevaarlijk iets is. Ja. En als ik terugkijk naar wat er is gebeurd destijds, we hadden het over het begin van de crisis, toen werd er een virus op lijst A gezet. Ja. En die definitie van waar het aan moet kunnen voldoen om op die lijst te komen, daar zijn wijzigingen geweest, wettelijke wijzigingen. En dat is vanuit een hoger gelegen orgaan opgelegd. WHO. Ja, kijk, volgens mij was het wel de WHO die daar een flinke vinger in de pap heeft gehad. Ja, die coördineert het, die krijgt natuurlijk ook verteld van... En de EU heeft ook natuurlijk, de EMA, de Europese Medicijnagentschap, die heeft ook... Sorry. Ja, ik heb al dat krukje daar staan, die heb ik ook altijd inderdaad. Ja. Die krukken is nog... Ik moet eigenlijk een soort van voetenbankje hier creëren. Ja. Een beetje... Nee, maar er zijn allerlei veranderingen gaande geweest. En in heel veel gevallen is dat een goede zaak, denk ik. Want we willen graag zo goed mogelijk voor onszelf en voor de mensen om ons heen zorgen. We willen graag de mensen zich aan protocollen houden. Maar als de protocollen de risico's zodanig inschatten dat de hele samenleving platgelegd wordt, omdat wij een bepaalde kwetsbare groep willen beschermen, dan vraag ik me af of die balans misschien te ver van het midden gaat. Als er 17 miljoen Nederlanders zijn en er is een groep van misschien 500.000 mensen die echt heel veel risico lopen, waar ik mezelf ook toe voelde behoren. Ik beschouwde mezelf als onderdeel van die groep omdat ik zwakke longen heb. Ja, je gaat dan kijken en blijkt dat ik ben lang niet zo lang niet ziek geweest. Dus ik ben tijdens de coronacrisis, ik heb uiteindelijk afgelopen jaar in februari, toen iedereen carnaval aan het vieren was en ik druk aan het werken was geweest. Nee, dank je. Maar toen iedereen carnaval aan het vieren was, toen ging iedereen corona omicron krijgen. Oh, dat was ook zo dom. En mijn vriendin die wilde op vakantie en ze had een test laten doen. Nou, want dan mag ze vliegen, een PCR-test. En ik voelde me niet lekker. Ik had geen carnaval gevierd. Ik had geen... Je vriendin wel? Zij had een dagje carnaval gevierd. Ja, natuurlijk. Nou, zij had... Zo komen die flesjes water binnen. Zij had in ieder geval de situatie waarbij ze zich wel beroerd voelde de dag nadat ze carnaval gevierd had. Ja. En ik kwam een dag later weer bij haar. En weer een dag later werd ik wakker en ik voelde me echt een hondsberoerd. En ik had zoiets van, ja, wat is er toch aan de hand? En zij zei van, ja, misschien kun je even een testje doen. Nou, dat is goed. Dat doe ik over 2 dagen wel, want als ik me nu slecht voel en ik ben geïnfecteerd, dan zal je het waarschijnlijk pas over 2 dagen meten, want het duurt eventjes voordat... Incubatieperiode, alles. Ja, precies. Dus zij een goedgekeurde test, ik kon gaan vliegen. Maar ik bleef me dan slecht voelen. Ik denk, ja, doe toch maar een testje. Dan had ik een positieve test. Dus heb ik corona gehad, bevestigd. Mm. Positieve test. Nou, dan moest dan nog een keer gecheckt worden door de GGD. Bleek inderdaad zo te zijn. En dan heb je dus de voorwaarde dat als je een ticket geboekt hebt, dat je dan je annuleringsverzekering kunt gebruiken, omdat je niet kunt gaan vliegen als je andere mensen kunt blootstellen aan corona. Ja. En in zoverre zijn die systemen heel goed ingericht. Maar ben je er dan ook voor eens, want het liefst ziet dus inderdaad de powers that be, ik kan het wel heel details overheen gaan, maar dat je dus inderdaad een volledig overzicht hebt wat voor een overdraagbare ziektes individuele bij zich hebben en dat ze daarop dus inderdaad restricties kunnen krijgen om bepaalde reizen af te leggen. Of misschien bepaalde, dat er misschien dieper op in wordt gegaan dat je een of andere quarantaine afdeling in een vliegtuig hebt of zo. Maar wat, zo zie ik de toekomst nog gebeuren. Hè? Als je dus inderdaad dan infectieus bent met iets, wat de factor allemaal gaat komen, wat allemaal nog opnieuw op de A-lijst komt wat dat betreft, dat ze dus dat meteen kunnen meten bij jou op een of andere manier. Als dat ergens gediagnosticeerd is, dat het meteen bekend is bij desbetreffende vliegmaatschappij en dat ze gewoon kunnen zeggen, nee, moet je omboeken dat ticket. En dan ook daarbij de annuleringsverzekering dat er geen kosten maakt, dat je gewoon weet dat je je kosten terugbetaald krijgt. Maar vind je dat redelijk, zo'n systeem? Want er zijn wel mensen die zeggen van, joh, dit is wel erg, dit dringt erg op in mijn privé shizzle en zo. Het is heel relatief. Kijk, wat ik redelijk vind, dat is misschien voor een ander helemaal niet redelijk. Maar als ik mag kiezen of ik wel of niet een vliegtuig instap waar iemand anders in zit,
die misschien mij een ziekte kan geven. Dan vind ik het heel fijn om die informatie tot me te hebben. Maar ik wil dan nog een keer weer helemaal terug gaan. Ja. De laatste tijd ben ik wat minder van de virussen geworden. Niet zozeer dat ik ze ontken of zo, maar meer als een soort van bijkomstigheid van meer onderliggende structuren. En wat meer gaan focussen op immuniteit. Hm. Dus inderdaad, hoe zit je immuniteit in elkaar? Hoe maak je jezelf weerbaar voor alle dingen waar je je wel eindeloos op kan voorbereiden, maar je kan beter gewoon een goede stevige muur bouwen in plaats van allerlei specifieke strategieën van alle vijanden onder handen nemen en precies daarop allerlei maatgerichte kleine aanpassingjes maken. Nee, maak gewoon een dikke muur met een groot kanon, weet je wel. En maakt niet uit of je nou Mongolen bent of Turken of ridders van de heilige orde of een stelletje Germanen. Je kan gewoon een kanon tevoorschijn halen en schiet de hele zooi overhoop, weet je wel. Gewoon German engineering, Deutsche Grundlichkeit, alleen dan voor je immuunsysteem. Mm-hmm. En wil ik even zeg maar meegaan naar het moment dat je dus inderdaad dacht van en ook een stukje dus inderdaad daarom om dat te creëren, jezelf ruimte te geven om ziek te worden. Want jij zei van ik was toen druk, je had allerlei dingen gepland en jij dacht, fuck man, dat ziek worden, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet nu, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Hè? Want ik hoor niet zeg maar angst om dood te gaan of zo, weet je. Want je zegt alleen van ik ben er vatbaar voor, dus ik zal het waarschijnlijk krijgen en dan ben ik flink onder de pannen en daar heb ik geen tijd voor. Is dat niet het probleem? Hè? Dat je niet jezelf de tijd gunt om ziek te worden, om je immuunsysteem natuurlijk op te boosten. En dan grijpen mensen naar allerlei dingen zoals vaccins en al dat soort zaken, om dus maar even snel een immuunboost te doen. En dan inderdaad zo'n op maat gemaakt klein hendeltje om precies die ene vijand uit te schakelen. In plaats van gewoon een robuust immuunsysteem opbouwen waar je vervolgens ook sterker voor bent. Is dat misschien niet? En ik snap dat je als eerste denkt van ja, maar mijn bedrijf dan. Maar is dat niet juist het probleem? Is niet het probleem meer technologie en meer indringen op elkaars persoonlijk leven, maar meer ruimte genereren om ook de natuurlijke, biologische, organische processen in ons tot stand te brengen? Zullen we deze er even bij pakken? Ja? Kijk, vorig jaar in december heb ik mezelf deze telefoon cadeau gedaan. Nadat ik misschien wel 10 smartphones heb versleten in de laatste 10 jaar. Ik weet niet precies, ik heb het niet precies bijgehouden, maar ik weet wel dat ik het heel erg leuk vond om technologische ontwikkeling te volgen en daar een beetje in vooruit te lopen. Daar had ik ook veel geld voor over. Ja. Want ik werkte en ik had gewoon een baan. En dan haal je je geluk haal je vaak meer uit dingen. Ja, en in de verbinding met mensen. In plaats van dat je iets doet waar je achter staat. En waar je met je passie volledig in stapt. En dan moet je het dus wel eens in volte houden. Een van die opvattingen van hoe zorg je voor je immuunsysteem. Ja, ik raad mensen altijd aan. Als je jezelf niet lekker voelt. Neem een kopje gemberthee of citroen, gember. Gember en citroen hebben hartstikke veel immuunversterkende stoffen. Ja, antioxidanten en zo, toch? Ja, kijk, een antioxidant is een heel brede term. Ja. Maar oxidatie en redox, dat zijn de termen dan. Je hebt vrije radicalen. Als je veel suiker eet, dan krijg je veel radicalen in je lichaam. Adem je slecht. Je hebt meerdere keer met Stef zitten praten over verschillende dingen. Adem je slecht, dan hoop je CO2 op in je lichaam. Dan verzuurt je lichaam, dan gaat je pH van je bloed omlaag. Dan gaat je lichaam gewoon minder lekker functioneren. Ja. En ik had jou vanmiddag een keer aan de lijn. En jij zat te wachten op mij. En ik was aan het stressen om hier op tijd te komen. We hadden niet echt heel duidelijk tijd afgesproken. Jij dacht, 3 uur vanmiddag. Ik denk, ja, laten we kijken of we tussen 12:30 en 14:30 kunnen beginnen. En jij dacht, 12:30, Paul, laat me toch niet zitten. Jij had stress, ik had stress. En in plaats van dat we daar allebei op doorgingen, had ik gezegd, ik moet even communicatie helder hebben. Jij verwacht mij, ik wil graag een afspraak met jou nakomen en laten we zorgen dat we daar zo min mogelijk stress mee nemen. Want dan kunnen we een leuke sessie plannen en uitvoeren. Hoe zit het tot nu toe? Is het gelukt? Ik vind het relaxed. Nice. Ik hou de tijd ook niet echt in de gaten. Ik weet niet precies hoe lang we er nou al zitten en waar we het allemaal over hebben gehad. Maar het praat lekker. We hebben verschillende onderwerpen aangesneden. We hebben het over koffie gehad. En nu gaat het over gezondheid. En de voorwaarden eigenlijk, hè, waarin wij in ons systeempje nu zitten, is de Nederlandse maatschappij. Mm-hmm. We spreken in onze Nederlandse taal. Ik iets Brabantser dan jij. En jij weer iets meer van hier lokaal. Is dat zo? Ja, jawel. Daar valt mensen waarschijnlijk wel op. Okay, ons en, mam? Ja, ons mam, ons pap. Tilburg. Tilburg. Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat we hebben heel de dag stress op ons lichaam. En voor veel mensen is het lastig om die stress om te gaan. Kunnen ze vluchten naar middelen, zoals een jointje. Maar een jointje kan ook een medicijn zijn.
Je kunt koffie drinken om een beetje op gang te komen. En ik denk dat ik nou 5-6 koppen koffie op heb vandaag. Meestal stop ik rond 4 uur of net voor 4 uur met koffie drinken. Ah. Je boopt net nog een laatste slokje aan. Ik zei, nee, laat maar. Ik wil vanavond ook nog goed kunnen slapen. Aha. Slapen is hartstikke belangrijk. Slaap je slecht, dan kun je veel meer stress ervaren. En hoe meer stress je hebt op een niet uitgerust lichaam, des te sneller word je ziek, des te vatbaarder ben je voor ziekte. En dan kun je allerlei middeltjes en goede gebruiken tegenover zetten. Maar een van de belangrijkste dingen is gewoon goed ademen, schoon water drinken. En zorgen dat je zo min mogelijk stress toevoegt in je leven waar het al aanwezig is. En dus ook goed slaapt. Goed slapen is hartstikke belangrijk. Goed slapen, goed ademen, goed water drinken. En de rest is bijzaak. Af en toe eens een keer wat eten. Contact met de natuur. Ik bedoel, je kan nog zo goed liggen ademen in een afgesloten kamer waar geen daglicht. Daglicht is ook super belangrijk. En daar niet te veel van. Het biologische ritme wat mensen ooit hadden toen er nog geen kunstlicht was. En toen mensen nog als jagersverzamelaars in kleine communities leefden van 40 tot 60 mensen, bij wijze van. Wat het grootste deel is van onze evolutie. Ja, absoluut. En dan kijk je naar de evolutie. Ja, wat is evolutie? Ik zou bijna zeggen dat we nu in een tijd zitten leven waarin er een devolutie is. Ja. Mensen zijn steeds meer mens en steeds meer een dier. Ja, want het is sowieso wel een beetje zo'n samenleving creëren, een maatschappij creëren, zeg maar, kolonies en dan uitbouwen tot steden en die hele shit, zeg maar, dat eigenlijk rechtstreeks tegen onze natuur is. Weet je, want landbouw is eigenlijk tegen de natuur en huizen bouwen is tegen de natuur. En het is allemaal dingen creëren die kunnen vergaan, zeg maar. Die dan tijdelijk zijn, die dan onderhoud nodig hebben, wat heel veel werk kost, allemaal weer nieuwe problemen veroorzaakt. En we zijn zo ver daar. We hebben daar zoveel lagen de afgelopen 7000 jaar overheen gelegd. Dat wat wij aan het doen zijn, de problemen waar we ons bezighouden, dat heeft niks meer te maken met natuur, weet je wel. Oh, bankrekening. Oh, juiste product. Ik drink Coca-Cola, geen gewone cola, weet je wel. Ik moet een bepaald labeltje op mijn kleding dragen, maar anders zie ik er niet uit. Dat soort dingen allemaal. Het heeft niks te maken met leven en dat soort zaken. En ondertussen dan vragen mensen af van, waarom heb ik kanker? En dan gaan ze nog steeds naar het werk zichzelf helemaal stressen om vervolgens een beetje McDonald's te blijven vreten en zichzelf in stand te houden. En vooral inderdaad vaccineren, niet ziek worden, doorgaan. Maar is het dan zo dat als je je vaccineert dat je niet ziek wordt? Mijn moeder die heeft een vierde vaccin genomen. Hè? En ze zei van, ik heb elke keer dat vaccin genomen en ik werd daardoor niet ziek. Ik zei, ja, maar dat hoeft toch helemaal niet door dat vaccin te komen? Het kan toch gewoon zijn dat je niet ziek wordt? Mm-hmm. Ze stelt dat dan niet op de proef. Zij is zoiets van, ja, weet je wel, ik heb hier een brief liggen, overheid vertelt me dat en dan huppakee, weet je wel. Sterker nog, misschien is zij, misschien net als heel veel andere mensen, zijn misschien wel gewoon besmet geraakt, asymptomatisch. Hebben daardoor een weerstand opgebouwd en worden gewoon niet ziek. Nee. En dan neem je het vaccin als extra, voor zover het extra niet ziekmakend is. Je hebt ook mensen die worden ziek van het nemen van een vaccin. Ja, maar dat hoor je ook heel veel mensen die helemaal niet goed worden van een vaccin. Ja, kijk, en dan is het van die systemen die we hebben ingericht. Hè. Je hebt het LAREP in Nederland en je hebt verschillende andere instanties die houden dan bij hoe mensen ziek worden van het gebruik van middelen, zoals medicijnen of medische hulpmiddelen, dat mensen daar dus problemen mee kunnen krijgen. En dat wordt netjes bijgehouden, zou je zeggen. Maar heel veel mensen weten helemaal niet precies hoe dat werkt. Mensen mogen zelf meldingen maken in dat systeem. Het is van belang dat er dan zorgmedewerkers zijn of doktoren, mensen die in de zorg werkzaam zijn, dat die bijwerkingen goed worden vastgelegd. En als daar een bepaalde richtlijn is waarin mensen dus die in de zorg werkzaam zijn zich moeten houden aan richtlijnen wanneer iets wel of niet een bepaalde bijwerking is. En of misschien weten ze het helemaal niet goed. Misschien weten ze het juist wel heel goed. En is een interne discussie binnen een werkgroep bij een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld, dat op een bepaald moment de huisarts A of huisarts D het niet met elkaar eens zijn. Maar dan binnen die werkgroep wordt er wel of niet een discussie gevoerd. En dat horen wij niet in de maatschappij. Ja. Die discussie, dat was ook wel een beetje kwalijk. Dat is een van de dingen, daar heb ik het meest aan geërgerd. Ja, want die discussie mocht niet in het openbaar gevoerd worden. Nee.
Nou ja, vooral niet in de media. Als jij het op, kijk, als ik jou op straat was tegengekomen, jij was maar voor mij een willekeurig onbekend persoon geweest, had ik prima met jou kunnen discussiëren. Mits, op voorwaarde dat ik anderhalf meter afstand van jou hield. Want dan zou er zomaar een politieagent voorbij komen, die ziet dat wij te dicht bij elkaar staan. Hmm. En die ziet dat wij niet in hetzelfde huishouden woonachtig zijn. Yeah. Want dan, als je in hetzelfde huishouden zit, dan mag je wel bij elkaar in de buurt komen. Yeah. Want dan adem je dezelfde lucht in. Ja, ja, het wordt er niet. Het werd steeds belachelijker ook, hè? Dat je echt denkt van oké. Nee, na negen uur dan hebben we geen virus meer dat je kan besmetten. Ja. Maar als je aan het werk bent in de industrie, dan mag je toch naar je werk gaan. Ja, ik heb toen bij de bushalte gezeten, want ik was na negen uur nog buiten. Want ik was bij vrienden aan het chillen. Ik zou daar slapen, maar het ging gewoon niet worden. En ik denk van ja, ik ga gewoon naar huis toe, weet je wel, ik wil gewoon naar huis toe slapen. Dus niemand op straat, ik ga niemand aanspreken. Gewoon, ik zit bij de bus altijd in mijn eentje. Stopt er een politieauto en die hangt aan het raam. Ik zeg, wat doe je op straat? Wat doe je, waarom ben je nog buiten of zo? Ik zeg, ik probeer naar huis te gaan. Ja, je weet dat je niet buiten mag zijn na 9 uur. Ik zeg, ja, maar ja, ik moet toch echt naar huis toe. Zei ze van, zaten ze elkaar zo aan te kijken, weet je wel? Ik denk, ik zou toch niet ze zijn dat ze... En ze bleven maar staan. Ik kwam mijn bus eraan. Ik zei, mijn bus komt eraan. Meneer de agent, mag ik alsjeblieft naar huis toe? Mm-hmm. Ze zei, ja, ga maar, weet je wel. Maar ik was wel echt, ik was pissig, jongen. Ik denk, hoezo? Wat doe je nou? Weet je wel, het is niet alsof ik in een groep mensen was of dat ik daar iets aan het doen was. Wat weet je wel, ik was gewoon in mijn eentje. Eigenlijk zou inderdaad, als ze zouden stoppen en zeggen van het is avond, je bent je bewust van dat het avondklok is, weet je wel. En dat ik dan had gezegd van ja, maar ik probeer gewoon naar huis te komen. En dan oké, nou, fijne avond, weet je wel. Dan had ik prima gevonden. Hè? Dan had ik gezegd van oké, dit is een redelijke, hun proberen ook te dealen met de situatie. Maar het was meteen embleempje op de schouder, petje op, weet je wel, uniform aan. Wat doe je nog op straat, weet je wel? En ik denk van, oh man, het was de derde dag van die regel. Die mensen waren meteen al een stelletje gevangenisbewakers, hè? Mm-hmm. Tegen gewoon, ja, ik ben gewoon volk, ik ben gewoon burger. Mm-hmm. Het is gewoon gevaarlijk om dat soort dingen... Maar als het woon-werkverkeer is, dan mag het wel. Ja, ja. Want sociaal verkeer mag niet, want we willen zo min mogelijk sociaal contact. Dat was de zaak. Hmm. We wilden zo min mogelijk sociaal contact, zodat mensen elkaar niet konden besmetten en dat we dus de besmettingscijfers laag konden houden. Ja, maar min mogelijk is geen. Nee, klopt. En als ik destijds, ik heb een paar keer gehad dat ik voor mijn werk buiten de avondkloktijd weg ben geweest. Heb ik netjes een formuliertje ingevuld voor het geval dat ik aangehouden zou worden. Dat mensen mij zouden vragen, waarom ben je hier? Nou, ik werk als zelfstandige. Dat heb ik als werk gedaan. Daarna ben ik geweest. Ik kan prima verantwoorden. Maar ik vraag me wel af in hoeverre dat bijvoorbeeld maatschappelijk probleem. We hebben dieren die op straat leven, gewoon honden. Die worden bij een asiel gedropt. Op het moment dat honden zwaar leven op straat hebben, dan kunnen ze opgenomen worden door een asiel. Er zijn vervolgens mensen die denken, hey, we hebben een avondklok, maar je mag na 9 uur wel naar buiten als je de hond wil uitlaten. Dan neem ik een hond. Ja, want als... En wat zien we nu? Er is geen avondklok meer. Die mensen die zijn die hondbeu en die honden komen weer allemaal in het asiel. Ja. Dat zou een gevoelige plek zijn van mijn vriendin. Die heeft dan zoiets van, honden zijn hartstikke lieve dieren, die hebben daar zelf niet om gevraagd. Maar wat doen we dan met dat probleem? En dan hoop je toch dat dus nu de overheid een beetje heeft uitgefiguleerd van oké, dit gaan we dus niet meer doen. We gaan niet meer avondklokken en lockdowns doen en we gaan juist proberen om te investeren om dat te voorkomen. Maar... Nou ja, kijk, de overheid is een hele grote noemer. Ik zou denken, meneer Ernst Kuipers, ja. Dokter Ernst Kuipers, dat is een ernstige zaak. We zitten met z'n allen samen in dezelfde badkuip, bij wijze van spreken. Ik zou heel graag zien dat hij de beslissing terugdraait om een digitaal paspoort te hebben in Europa. Ja, toch wel. Waarom? Omdat ik, als ik graag de grens over wil gaan, al niet met een vliegtuig, iets wat ik heel zelden doe, omdat ik zoiets heb van, ja, hoe minder brandstof opstoken om ergens in een ander land te gaan zijn, des te meer besparen we de aarde de moeite om het probleem op te lossen. We hebben een fossiele brandstoffenprobleem, we hebben een energieprobleem. Als het even kan, laat mensen gewoon reizen wanneer ze kunnen en willen. Maar hou je dan wel aan de bestaande conventies. We hebben een EU waarin we vrij mogen reizen. Heel typisch voorbeeld. Ik had wel rubbertjes nodig om een espresso machine te onderhouden. Die worden ergens bij de grens tegengehouden, want die hebben een registratienummer nodig. Hoezo? Dat was nooit zo.
Alles wordt geregistreerd, alles wordt getraceerd. Waarom? Daar zal iemand de baat bij hebben. Een jaar of 6, 7 geleden geloof ik, was big data was een trend waarin gruwelijk veel geld werd geïnvesteerd en verdiend ook inmiddels, denk ik. Nou, er wordt inmiddels big data veel ingezet, ja. Ja, kijk, en er zijn mensen die zeggen, je mag alles van me weten, behalve mijn pincode. In principe is overal waar ik mijn pincode gebruik, is er voor mij een spoor om na te gaan wat ik gekocht heb op welke plek. En met die informatie kunnen mensen al dan niet marketing toepassen op mijn gedrag. En heel veel vormen van marketing ben ik me niet van bewust. Je hebt het altijd over long-term marketing met betrekking tot Senseo en Espresso en dat soort dingen. Kijk, ik weet niet of het een goede zaak is. Goed en slecht, duaal, of de dualiteit waar Marlijn het gisteren ook over had. Ja. Ik vraag het me af. Mag ik gewoon mens zijn, alsjeblieft? Ja, want dat wordt je wel een beetje ontnomen zo. Hè? Alles wordt... Ik had laatst alles moet hier, vooral in Nederland zijn we de koningin en alles optimaliseren. Het lijkt wel een beetje alsof we in een pakhuis wonen inmiddels. Hè? Al onze levens moeten optimaal uitgestippeld zijn voor onszelf en in het grote geheel. En het beste is als je gewoon precies 8 uur slaap, 8 uur werk en 8 uur privé tijd inlast. En in die 8 uur privé tijd moet je dan maar gewoon je was doen, je eten koken, je huis opruimen. En daartussen en moet het allemaal ja, boodschappen doen, inderdaad, in de file staan. De hele reutemeteut. Het moet allemaal helemaal dichtgemetseld zijn. Hè? En dan heb je inderdaad het weekend om geforceerd jezelf te recreëren. En dan, hè, op dus, plekken waar ook heel veel mensen dat allemaal tegelijk aan het doen zijn. Precies op die dagen. Ja, ja. Het is zo optimaal dat het niet meer optimaal is. En het heeft helemaal niks meer te maken met leven. Weet je. Ik ben gewoon organisch. Ik voel al sinds mijn 12e weerstand op die maatschappij. En op school en op werk. En dat ik denk van waarom de fuck, weet je wel, zijn we dit aan het doen? En waarom moet ik dit doen de hele tijd? En in het begin dacht ik van ik zal wel gek zijn, maar ik begin steeds meer te ondervinden dat mijn eigen wijsheid gewoon mijn echte natuur is, hoe het hoort te zijn. En ik moet op een of andere manier daarheen omheen frummelen om in deze maatschappij te passen, zeg maar, weet je wel. En ja, je ziet dat wel met digitale ontwikkeling dat het steeds meer kan, met bijvoorbeeld digitale nomaden. En dan ben je in ieder geval niet locatiegebonden en ook eigenlijk nauwelijks tijdgebonden online werken. Daarom in die pandemie online werken denk ik, ha, dat is weer een stap dichterbij mijn organisch zijn. Weet je wel, maar dan ben je dus wel gekoppeld aan al die apparaten, maar aan het schermpjes, aan de batterijen, aan de straling en weet ik veel wat er alle allemaal data, niet bij komt. Alle data die heen en weer gaat. Ook de data, ook hoe je geregistreerd wordt en zo door dit soort grote bedrijven. En die grote bedrijven die ik nodig heb, want ik ben bijvoorbeeld als online marketeer ben ik gebonden aan Google. Ik kom niet om Google heen. Ik moet Google gebruiken, want alles gebeurt op Google. Als je niet op Google zit, dan besta je niet als bedrijf, bij wijze van spreken. Dus dat in ieder geval online. Dus ja, dat soort dingen, het komt allemaal wel met een nadeel. Maar als ik dan terugkijk in de geschiedenis, denk ik van ja, hè, dat boerenleven, dat van hele gestructureerde, dat is ook niet per se natuurlijk. Weet je wel? Het boerenleven is ook iets wat is ontstaan. Ja, maar dat is... Maar ja, dat is wel op een veel natuurlijke manier ontstaan dan met de digitale, online en... Ze hebben zeg maar het werkleven, het werkleven, ook van de kantoor, maar ook het werkleven, hebben ze allemaal gegoten in die oude boerenstructuur van overdag werken, in de vooravond je ding doen en dan slapen en dan weer vroeg op werken, zeg maar, dat ritme. Want vroeger gingen mensen ook gewoon fucking op avontuur dan, of jagen of plunderen. En dan ging je gewoon. En dan ging je slapen wanneer het tactisch was of wanneer je met de groep klaar was. En weet je wat, het was gewoon organisch leven. Maar nu is dat dan allemaal uitgestippeld. Omdat je met boeren ben je ook gebonden aan bepaalde tijds. Hè? Omdat we agricultuur gingen doen, hadden we in één keer een of andere klok in het dorp staan. Of weet ik veel, een of andere bel die zei, yo, het is tijd, weet je wel. Voor whatever the fuck. En toen was het nog zo, zonsopgang, zonsondergang. We zijn dat steeds kleiner gaan doen. Totdat we nu digitaal op de milliseconden zo nauwkeurig leven, weet je. Dat werknemers zeggen, hey, je bent 30 seconden te laat. Hè? Dit is nu al je derde keer. Als je nog één keer te laat komt, ben je ontslagen. Nee, die druk die ik dacht, ik kan helemaal niet meer leven, joh. Ik kan toch niet op de seconde nauwkeurig. Er gebeurt shit, weet je wel. Ik kan toch niet elke dag fucking presteren om op tijd te komen. En ik wil best compenseren. Als ik later kom, ga ik later weg. Weet je wel, als ik daar ben, heb ik alles onder controle. Maar als ik er nog niet ben, heb ik geen controle erover. Dus hoe kunnen mensen verwachten dat ik die niveaus van punctualiteit haal, weet je wel. Er zijn mensen die dat hartstikke kunnen, die zijn er helemaal into en die vinden dat ook fijn. Maar ik heb er altijd een weerstand tegen ervaren. Weet je, hoe ervaar jij dat dan, tijd en zo en punctualiteit?
Ze zaten daar in principe vanmiddag ook mee te worstelen. Ik vind het is een stukje van het... Ik kan het over Nederlands spreken met elkaar. De Nederlandse maatschappij. Het is iets typisch Nederlands. Misschien is het in Duitsland nog iets erger. Dan gaat de bel en dan moet je maar weer... Dan is je pauze erbij. Ik ben van mezelf gewend. Tijdens mijn werk, als ik van mezelf bezig ben... dan is er niet per se een vastgesteld moment waarop ik begin... of waar ik pauze neem. Maar dan luister ik naar mijn lichaam. En als ik met collega's werk, terwijl ik ergens op een werkplek, op een locatie bezig ben, dan wordt er van mij verwacht dat ik op tijd ben. Sta ik een keer in de file, dan kan het zijn dat ik wel later kom. Dan wordt dat, mits hè, dat het niet te vaak gebeurt, dan wordt dat geaccepteerd. Dan kun je wel een enorme rotopmerking naar je hoofd geslingerd krijgen omdat je te laat bent. Maar als dat niet de derde keer is die week, dan kan dat geaccepteerd worden. Omdat je menselijk, op menselijke basis met elkaar samenwerkt. Ja. Maar als ik ergens moet zijn en ik moet een koffiemachine op tijd aan hebben staan. En dan moeten mensen koffie komen drinken. En ik ben degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dan willen die mensen koffie. Punt. Dat is ook punctualiteit. Ja. Want als ik er niet ben, dan staat die koffie niet klaar. En dan hebben mensen een hoop chagrijn. En dan kan ik geen kopje geluk geven aan iemand. Nee. Zorg dat ik een kwartier eerder vertrek. Dan ben ik wel op tijd. Ja, want het stomme maar als er 10 minuten, niet in een kwartier eerder waarin ik vertrek, dat ik eerder vertrek en ik heb binnen de 10 minuten daarvoor gebeurd met een ongeluk op de snelweg en ik moet naar Utrecht toe, dan heb ik pech. Ja. Ja, dan kan ik nog een half uur eerder vertrekken. Ja, dan sta ik voor een gesloten deur als ik mijn werk aankom. En dan? Ja. Ja, dan ben je netjes op tijd. Maar dan ben je wel elke dag nog een half uur extra van je tijd kwijt. Dus dan gaat van die 8 uur vrije tijd af. Of van je 8 uur slaap. Ja. Ja, nee. Het houdt ergens een keer op natuurlijk. Ik vind het ook gewoon fijn om op tijd te zijn. Weet je? Ik vind het niet fijn om te laat te zijn. Hè? Het geeft rust om een afspraak op tijd. Ja, ik ben ook zo vaak te laat gekomen op plekken. En dat vind ik dan echt niet leuk. Maar ja, het gebeurt nou eenmaal. En nu probeer ik dus inderdaad ook alles te voorkomen. Vooral als ik een afspraak heb. Als ik gewoon een goede afspraak heb met iemand duidelijke tijd, dan ben ik daar gewoon op tijd. Hè? Tegenwoordig kan je één. Als ik denk van dit wordt een gevaarlijke rit, ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren, dan hou ik gewoon een half uur marge. Dan ga ik daar wel eerst eten of niet. Weet je wel, dan heb ik in ieder geval nog dingen om op in te leveren. Maar soms ook met vrienden of zo, of met jou, met mensen dat je gewoon denkt van we kijken wel. En dan proberen we dat te puzzelen op die dag. Dat moet ook gewoon kunnen. Hè? Ik weet niet. En dan als het niet gebeurt, dan moet je dat op een of andere manier... Ik doe me dat ook nog wel. Ik zei toch tegen jou van... ik heb een beetje poppenkast trauma's, zeg maar. Ja, dat las ik in je bericht. Ik krijg dan meteen zo'n flashback van een paar keer dat dan iemand mij heeft laten zitten, weet je wel. En ik word daar dan boos van, omdat ik dan zoveel moeite doe investeren om dan op tijd te komen. En als dat dan niet materialiseert, dan word ik er boos. Maar dat ligt eigenlijk helemaal niet aan die persoon. Zelfverwachtingsmanagement. Ik zit daar allemaal dingen... Ik heb laatst ook contacten opgezocht met anderen, met In The War. Ik had ook een klein akkefietje met hem gewoon, omdat het hem niet ging lukken om te komen. En het was een beetje miscommunicatie, waardoor ik wel op hem stond te wachten. Ja, en dat is ook een soort van dan doodgebloed. Hè? En hij schaamde zich er dan voor, omdat hij dacht van... Fuck it, laat maar, weet je wel. En ik had zoiets van, nu laat hij maar hangen. Weet je wel? En dan pak ik dat dan ook niet op, omdat ik dan gekwetst ben, weet je wel. Maar laatst heb ik dat weer opgepakt. Even naar hem gestuurd van, dit en dat. Hij ook zo van, weet je wel, heeft verteld van, dit en dat. Ik denk ook van, uiteindelijk... Je maakt het zoveel groter in je hoofd, weet je wel. Je maakt er zo'n verhaal van en je bent meteen op je ego getrapt, omdat je denkt dat mensen je in de steek laten en shit. Terwijl, er kan gewoon een hoop shit gebeuren. Weet je wel? En die lading, het grappige is, die lading die voelde hij dus al. Bij mij of zo, waarschijnlijk omdat ik zoiets had van, stuurde van, ik sta bij het station, waar ben je nou of zo, weet je wel. En hij had er meteen zoiets van, ik ga niet deze confrontatie aan. Allemaal zoveel gewichtigheid over een tijdstip, hè? Over een afspraak. Terwijl wij allebei waarschijnlijk zoiets hebben van, wij willen het niet punctueel zijn, maar toch doen we dat dan of zo. Dus en dan hangen we zoveel... Ja, dus het milieu. Kijk, het milieu bepaalt. En kijk, wij hebben ook wel eens van die... Ik was onderweg naar Peru, waar ik ook koffieplantages en cacaoplantages mocht bezoeken. Heel mooi initiatief. De overheid van Peru was er ook op een hele goede manier bij betrokken, denk ik. Overheden doen niet alleen maar slechte dingen, Peter. Dus ze hebben ook wel eens goede dingen. En, nee, maar ik bedoel, zoiets als subsidies voor bedrijven die dingen doen waar we met z'n allen als maatschappij van vinden dat het moet gebeuren, maar waar geen financiële prikkel is.
om iets direct te veranderen. Daarbij is het van belang dat de overheid daar een leidende rol in neemt, denk ik. Alleen wat wij allemaal, wij allemaal belangrijk vinden, dat is een heel democratisch systeem wat daarin functioneel zou kunnen zijn. Nou ja. Maar dat denk ik zou kunnen zijn, want ik weet niet precies of het democratische gestel waarin wij functioneel zijn, in hoeverre het functioneel voor jou en mij is. En dan, menig libertariër zou zeggen van kijk, als iets geen economische prikkel heeft, dan hoort het niet te bestaan, zeg maar. Nee, want dan is het nooit in staat om zichzelf te onderhouden. Ja, en kijk dan naar die opmerking die ik net wilde plaatsen. Europeanen hebben de klok en Afrikanen en Zuid-Amerikanen die hebben de tijd. Ja, en kijk, ik had vandaag de tijd. Op het moment dat ik met jou had gecommuniceerd, vanmorgen was er een communicatiemomentje van hey, jij zegt, dus doen we rond 3 uur beginnen. Ik zeg, nou, dan ga ik mijn verwachtingsmanagement denken. Ik wil graag de hond uitlaten. Ik wil mijn vriendin wel zien als ik terugkom. Ik ben heel veel van huis weg geweest. Je zult ook een keer tijd voor jezelf moeten hebben als je jezelf omringt met mensen de hele tijd. En dan is het fijn thuiskomen als ik voor de spits kan rijden. Ja. Dus ik dacht vanmorgen rond een uur of 10:30 toen we eerst contact hadden van nou dan ga ik hier even koffie drinken. Dan ga ik zo dat werk af, is wat ik hier moet doen. En als ik dan klaar ben, dan kom ik jouw kant op. Dat zou wel eens tussen 12:30 en 14:30 kunnen zijn dat ik dan hier ben. Ik was er om 14:30. Hartstikke punctueel. Super, super trots op mezelf dat het gelukt is. Alleen ja, om 12:55 heb ik contact met jou. Van, hey Paul, het duurt nog een uur, zo complex. Hoe gaan we dat nou doen? En daar zat jouw traumatje. Hey, jouw gevoeligheid. Zoals ik het begreep, was dat jij om 3 uur thuis wou zijn. Ja. En als jij dus om 14:30 zou komen, dan was dat zware brain error. Dacht ik van, hoe ga je in een 30 minuten de podcast nemen en naar huis komen van Arnhem naar Tilburg? Ik denk dat is... Wat is dit voor een interdimensionale truc die je gaat uithalen op mij? Ja, gewoon een hele goede koffie zetten. En de tijd even stilzetten. Want dat soort dingen, hè? Perceptie van tijd en in het moment zijn. Zoals ik net al zei, ik hou de tijd niet echt in de gaten. Sinds ik hier ben binnengekomen, totdat we begonnen, hebben wij de tijd genomen om even samen hier te kunnen beginnen. Ja. Kopje koffie, even kijken van hoe gaan we dingen een beetje doen. Jij stond er al start klaar. Zo van, Paul, je moet tijd naar huis. Dus dan gaan we alles zo snel mogelijk en zo goed mogelijk doen. En ik heb zoiets van, ja, als we iets goed willen doen, dan moeten we de tijd nemen. Ja. Dus dan doen we dat. Ja. En de tijd nemen betekent dat we er allebei een fijn gevoel bij hebben. In het tempo waarin het gaat. En dat we duidelijk met elkaar communiceren. Wat zijn de verwachtingen? Hoe gaan we het ongeveer doen? En nu zijn we... Ik denk dat we het een kwartiertje, 20 minuutjes of zo over koffie hebben gehad. En de rest van de tijd hebben we het over Peter en over Paul en over wat doet ons milieu nou eigenlijk? Hoe beleven wij de wereld vanuit ons eigen perspectief en daar delen we onze ervaring in. Dat vind ik heel waardevol. Ik vind het ook heel fijn dat je de tijd voor mij neemt. Dus ja. Heeft ook niet iedereen altijd. Niet alleen voor jou, maar ook voor de kijkers en voor de mensen thuis en voor de luisteraars. En kijk, er is mij wel eens verteld dat ik een fijne stem heb om naar te luisteren. Oh. Ik hoorde vandaag ook nog een keer iemand zeggen van ja, podcast moet je leren luisteren. Ja, en jouw stem is net zo dik als je koffie. Ja, en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die graag podcasts aanzetten om naar te luisteren, om lekker bij in slaap te vallen. En ik wil graag iedereen oproepen die lekker in slaap valt bij de podcast, dat ze dan nog even een berichtje laten weten. En dan kan ik zorgen dat ze betere koffie krijgen. Zodat ze niet meer in slaap vallen, dat ze de podcast kunnen uitkijken. Voor de mensen die nu in slaap aan het vallen zijn, wel trusten. Oogjes dicht, snaveltjes toe. Mie. Het leek wel op een schaap of meer een geit, hè? Dat is ook niet. Ja, maar jij hebt dus wel nog inderdaad dingen opgeschreven. Heb je het bijna al op ingegaan? Nou, nee. Maar je had een video aangezet. Ja, dat ging over koffie in Rwanda. En een van de dingen die me daarin opviel in de video was... Roasting coffee, it's the happiest in the world. Of it makes me the happiest in the world. Vond ik een hele sterke. Want als ik koffie aan het branden ben, hoe kleinschalig of hoe grootschalig dan ook, het branden van koffie is eigenlijk een soort van alchemie. Je verandert iets groens, een natuurlijk product, in het zwarte goud. Dus de alchemist van, in mijn beleving van nu, is iemand die een natuurlijk product weet om te vormen naar iets wat van onschatbare waarde is. Want heel veel mensen, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld, doen hun best om elke dag weer die strijd aan te gaan met de maatschappelijke verwachtingen en status hoog houden en resultaatgericht werken. En in Europa is dat dan weer iets anders dan in andere delen van de wereld. Maar
zonder koffie zou het bij heel veel mensen niet lukken om daaraan te voldoen. Dat hebben ze gewoon nodig, een stukje verslaving. Ja, er zijn ook historici die claimen dat koffie ook een zekere bijdrage heeft geweest aan onze productiviteit. Aan het feit dat wij met z'n allen als een stel lijpen op boten zijn gesprongen en de wereld zijn gekoloniseerd omdat we met z'n allen hier aan de koffie zaten. Ja, het is natuurlijk, ik heb ijssyndroom, want die schepen die brengen de koffie terug, maar dat het dan een soort van een vicieuze cirkel was van kolonialiseren, stimulerende middelen mee terugnemen, nog opgepepte raken in de maatschappij, nog meer ambitieus worden. En dat dus inderdaad onder andere koffie, maar dat is ook bijvoorbeeld suiker en dat soort dingen daar een hele erg bijdrage in heeft gemaakt. Dat suiker zelfs zover ging dat er een verslaving was van mensen die zeggen van nu ga je godverdomme op je boot suiker halen, want ik wil meer. Nou ja, je mag hem nog verder doortrekken, even los van eventuele ongeoorloofde uitspraken die ik hier kan doen over slavernij en dergelijke. Als er producten zijn die met slavernij verbonden zijn, dan zijn het wel koffie en suiker volgens mij. Ja. En wat doe je dan? Je doet wat je gevraagd wordt. Of je doet wat je gezegd wordt. Want anders dan. En dan consequenties. Het feit dat er de oudere generaties in Rwanda geen koffie drinken, omdat ze dat niet geleerd hebben dat dat iets is wat ze goed kan doen. Los van het aantal antioxidanten wat er in koffie kan zitten als het een vers product is. Op het moment dat jou wordt verteld dat iets vergif is, dan is de kans groot dat je er vandaan blijft. Ja. Op het moment dat jij consequenties horen krijgt of ziet dat een van jouw collega's slaven ergens de handen worden afgehakt of geëxecuteerd worden, dan zul je de volgende keer wel werken als de baas het vraagt. En dat is dan als de baas het vraagt. Nou, dan zijn wij volgens mij allebei eigen baas, maar wij werken ook voor mensen die onze opdrachtgever zijn. Ik doe altijd mijn best om mensen leidinggevende te noemen. Pas op het moment dat ik iets doe wat ik normaal in mijn eigen tijd doe, zoals reizen naar het werk of naar een werklocatie. Op het moment dat ik dan in de baas en tijd een verplaatsing doe, dan gebruik ik het woord baas. Hmm. Want ik word betaald terwijl ik iets aan het doen ben wat ik normaal in mijn eigen tijd doe. En dan is er een contradictie in terminus. Maar dan verwijs je naar jezelf toe in de derde vorm, zeg maar. Ja, of niet. Hè? Als mijn opdrachtgever mij betaalt en ik ben aan het reizen in de tijd dat ik betaald word, dan doe ik iets in de baas tijd. Ja, dus eigenlijk de opdrachtgever is altijd de baas, bij wijze van spreken. Zij bepalen of ik wel of niet voldoen aan de eisen die zij mij stellen. Ja. En die eisen die worden grondig op papier gezet in de vorm van offertes en afgesproken opdrachten. Voldoe ik niet aan de eisen die ik stel aan mezelf, dan voldoe ik niet aan de opdracht. Ja. En dan zit daar mogelijk, in het kader van op tijd komen, een discrepantie. Is dat zo? Ja, dan voldoe ik niet aan de opdracht. Dan mag mijn opdrachtgever, ja, Paul, betaal je minder. Of je past niet op tijd. Kunnen we iets doen met de prijs? Mag ik coulant zijn? Kun je nog een uurtje langer werken? Je was er niet op tijd. Kun je nog wel langer door blijven gaan? En ik ben een van de personen die vaak bereid is om langer door te gaan, omdat het werk af moet. Dat is de afspraak. Ik kom werken en het werk moet af. En we doen het samen. En als mijn opdrachtgever mee staat te werken, dan vind ik dat alleen maar fijn. Dan zie ik dat mijn opdrachtgever ook de moeite neemt om ergens een bepaald resultaat te behalen waar we met z'n allen voor ogen hebben. Maar hoe weet je dat jouw koffiebonen uit zo'n omgeving komen? Interessante vraag. Dat zeg maar, de mensen die koffiebonen aanraken ook een beetje coulante werkgevers hebben, zeg maar, in plaats van handje afhakken en zo. Nou, ik heb er ooit voor gekozen om met koffie uit Rwanda te werken. Omdat ik naar het land ben gegaan en ben gaan kijken van, goh, hoe is het daar? En hele kleine stukje van waar ik toen ben geweest. Hoe ik heb gezien hoe het daar gaat. En de bedragen die daar tegenover staan. En de winst die er te behalen valt om dingen te verbeteren. Kijk, als je voor $2 per dag of $3 per dag ergens aan het werken bent als koffieplukker. Van wat? $2 of $3 per dag. Oh, dollar. Okay, dollar. Dus dollars. Ja. De Amerikaanse dollar. Voor dat bedrag, als je daarvoor werkt een dag, dan heb je niet veel geld aan het einde van de dag. Voor onze normen. Ja, kun je daar iets te eten of te drinken voor halen en heb je als boer nog wat meer middelen of begroeiing op je landje. Dan kun je zelf je eten verbouwen. En dan kun je misschien met die paar dollars die jij dan verdient, een tank gas kopen om op te koken.
Want gas moet je toch ergens gaan kopen. Ja. Dat kun je niet zo even, zeg maar, daar in ieder geval niet even uit de kraan. Je maakt een vuurtje en dan ga je op koken. Of je hebt een vuurtje op een gasfornuis. Een gasfornuis, dan moet ook een gasleiding naartoe lopen. En de infrastructuur in andere landen waar koffie geproduceerd wordt, die is zeker niet zoals wij hier in Nederland kennen. Dat je de kraan opendraait en dat je drinkwater hebt. Ja. Of dat je de gaskraan opendraait en naar de verwarming aangaat. Of de kraan van de verwarming, de cv-ketel, dat is niet. Een boiler? Ja, een boiler. CV-ketel, ja. CV-ketel, dat werkt allemaal, maar kijk. Dus, maar water moeten ze dan ook een watertank op het dak hebben en zo, die dan bijgevuld moet worden en dat soort. Ja, kijk, als je bij een koffie collection point bent of bij een washing station, daar loopt geen waterleiding toe. Er zal misschien wel een beekje in de buurt zijn waar water van natuurlijke oorsprong doorheen sijpelt en wat gebruikt kan worden om afvalwater of schoonwater aan te voeren en afvalwater af te voeren. Maar ja, dan ga je ook weer afval storten op de lokale ecosystemen en hydrosystemen. Heb jij water nodig om een bepaalde activiteit van je proces uit te voeren? Dan zul je dus water moeten aanvoeren. En dat staat dan vaak in een grote tank die op hoogte staat, waardoor je waterdruk hebt. Ja. Oftewel de watertoren, zoals we die in veel grote steden ook nog steeds zien, als monument. En watertoren zijn er ook om mensen te voorzien van water in geval van nood. Ja. En het werkt zonder stroom. Ja, want het werkt met waterdruk, omdat zo'n container, een vat, dat zit op hoogte. En het water wordt er naartoe gepompt. Maar zodra er iets mis is met wateraanvoer in het systeem in de stad, stel de stad af. Ja, ik ben hier fucked als hier de waterdruk wegvalt, want dat wordt gewoon van beneden naar boven gepompt. Ja, dan ga je met het water aan beneden. Ja, dan moet ik... Tot de derde of vierde verdieping. Of misschien is er nog ergens een waterdrukverhoger in het pand aanwezig die dan aan kan. Wat is een waterdrukverhoger? Ja, eigenlijk in een simpele term een pomp die water, de druk verhoogt. Dus, je moet toch op elektriciteit lopen? Ja, maar als het water uitvalt, wil niet zeggen dat de elektriciteit ook is uitgevallen. Oh, het water uitvalt? Ja, water kan uitvallen. Als een waterzuivering stopt met functioneren omdat er een verontreiniging in het water terecht is gekomen. Of een hek? Ja kijk, slapende honden wakker maken. Was het ook weer? Je wil geen slapende honden wakker maken. Ja, kijk, op het moment dat wij hier in Nederland met allerlei verouderde systemen werken die nog op Windows XP draaien of ouder, die heel makkelijk te hacken zijn. Denk aan sluizen, denk aan misschien wel de kleppen in een waterpomp of in een watertoren. Als iemand daarmee kwade wil heeft, daar zijn heel veel risicovolle systemen nog in Nederland die nog steeds draaien. En ik vermoed wel dat de laatste 10 jaar veel veranderingen zijn geweest. Dat zijn allemaal veranderingen die via waterschap werken. Waterschap, de Dommel, denk ik dan bijvoorbeeld aan vanuit vroeger. Ik ben opgegroeid in Best. Daar heb je waterschap, de Dommel. En er gebeuren hele mooie dingen. Ja? Ja, dat weet ik. En daar zal misschien nog wel een keer iemand over komen kletsen hier. Die was er vorige ook bij. Een goede vriend van ons. Je zult hem ook zien met het weekendje camping poppenkast. Oh ja. Maar, 23 juli. Ja, 23 juli. Ik denk dat het gezellig zal zijn. Kunnen we samen koffie drinken? Ja, koffie door Paul. Als je nieuwsgierig bent naar zijn koffie, dan moet je daar. Dan moet je sowieso komen. En hem gewoon mailen en bellen. Moet sowieso even. Heb je een website? Gewoon je Instagram, hè? Ik ben digitaal vindbaar. Ja? Jawel. Ik hou die berichtboxen niet zo heel veel bij. Ik heb e-mail. Bruwanda gewoon. Ja, Bruwanda. Je kunt me Bruwanda.nl. Bruwanda.nl, die heb ik nog wel in de kast liggen, volgens mij. Bruwanda.com en Bruwanda.coffee. Maar die zijn niet allemaal even goed online, hoor. Bruwanda.coffee? Ja. Is dat een ding? Ja, maar of die het nu nog doet, dat is een goede vraag. Ik weet dat mijn IT'er er destijds mee ophield. Die zei, je moet hem een keer verhuizen, die webpagina, anders dan staat het er niet meer op. Bruwanda.coffee. Oh. Nou, ik zie je, het is niet bereikbaar. En .com zei je wel. .coffee, wie verzint het? Nee, die website is op dit moment gewoon niet. Nee, en ik heb ook zoiets van online aanwezigheid. Je kan gewoon intypen en dan krijg je Instagram. En dan. Ja, via Insta kan er wel naar binnen komen. LinkedIn. Via LinkedIn ben ik bereikbaar. Facebook wat minder. Ik zet wel je Instagram shit in de beschrijving. Mensen, en zoek hem op en zeg, Paul, ik wil je koffie. Toch? Ja, dus ieder koffieboontje per keer, ieder kopje koffie per keer kunnen we de wereld een klein beetje beter maken. Ja. Voor zover beter relatief is. Want je weet het uiteindelijk toch niet. Kijk, we kunnen heel erg ons best doen om mensen in Rwanda een beter leven te geven door iedere keer een kopje koffie daar wat meer voor te betalen. En ik kan mijn best doen zodat geld daar komt. Maar als ik onderweg mezelf overwerk of mezelf verlies in het werk, dan kan het best zijn dat ik misschien niet de juiste keuzes maak. Ja, en met mij heel veel andere mensen die in de koffie actief zijn,
En in relatie tot Tony Shirk Lonely bijvoorbeeld. Dat is een merk, daar kennen meer mensen de 100% omstandigheden van. Slaafvrije chocola. Ja, en dan op een bepaald moment dan blijkt dat het toch allemaal wel heel erg goed gaat. Dat je grote volumes moet inkopen die je niet meer kunt halen bij slaafvrije handelaren. En dan moet je dus uitwijken. En dan kun je nog zo je best doen. Maar ook Rainforest Alliance en UTS en Fairtrade zijn ook allemaal manieren van beeldvorming om iets te veranderen ter verbetering van de situatie zoals die nu is. En tegelijkertijd heeft het ook risico's. Want hoe meer overheidskosten, overhead, dus hoe meer toezicht en hoe meer relatieve verbetering er is in een bepaalde situatie, des te groter wordt het verschil met plekken waar geen verandering is. En als je niet gecertificeerde materialen hebt, dat betekent niet direct dat het dan slecht is. Nee. Ja, het lijkt gewoon op dat alles wat globaal wordt gemaakt en groot, en multinationaal, en vooral gewoon echt alles wat gewoon een bepaalde grootte op een gegeven moment behaalt, dan verliest het gewoon integriteit. Lijkt gewoon, ja, want als je zegt van dan heb je zelfs Tony Chocolonely, die inderdaad helemaal over de 100% slaafvrij chocola is, en die moet dan een bepaalde oplages leveren bij ze zeggen van ja, dan kunnen we het vanaf hier niet meer garanderen. Ja. Waar hebben we het dan over? Dan loop je toch ook tegen een max aan van een systeem. Dan wil je toch ook gewoon eigenlijk zeggen van waarom produceer je zoveel, weet je wel? Moeten we dan gewoon niet minder produceren op een of andere manier? Nou, dat vind ik een hele interessante gespreksonderwerp waar we denk ik ook zeker tijdens het kampvuurtje waar we de volgende keer zitten, het ook nog over gaan hebben. En kijk, ik ben maar een klein mens, een klein persoontje. Soms heb ik een ego in de weg zitten en meestal stap ik daar buiten en dan hou ik het bij mezelf en dan ga ik kijken naar hoe kan ik het verschil maken. Hoe kunnen we samen verbinden en daarmee samenwerken en samen het verschil maken. Maar zo'n partij als Tony Chocolonely, die hebben dus wel heel erg veel veranderd ten goede. En als je dan vanuit pure overtuiging erin zit en je gaat kijken van oké, waar loop ik tegenaan, hoe moet het anders? Soms moet je dan ook het stukje overdragen naar de volgende. Ja. En wie is dan de volgende? En hoe gaat die het dan weer belang behartigen? Wat mij betreft, hè, om maar even buiten de box te denken, wat mij betreft zouden wij een sustainability manager kunnen hebben die topman van KLM wordt. Maar gaan we dan nog wel vliegen of doeken we de KLM op? Ja. Ja, sorry jongens, vliegveld is gesloten en we hebben besloten om de klimaatdoelen te gaan halen. Tot 2040 gaan we niet meer vliegen, dan gaan we geen kerosine meer uit de grond halen in de vorm van ruwe olie, die gaan we niet meer verwerken. Iedereen gaat voortaan met de fiets. Je krijgt een gratis fiets, dan heb je meteen wat beweging. Je mag maximaal 30 kilometer van je werk wonen. En dan als je zin hebt om 30 kilometer fietsen, dan mag je met de fiets naar je kantoor gaan. Waar de verwarming op 16 graden staat in de winter. En dan doe je maar een extra trui aan. En dan hebben we klimaatdoelen die we kunnen najagen. En die zijn er voor, met, denk ik, de beste intenties opgezet. Door mensen die daar heel veel wetenschap voor hebben bedreven. Maar als de wetenschap en de politiek samen gaan werken om dingen te veranderen ten goede van de zaak, dan is het altijd goed opletten om te kijken of die zaak wel daadwerkelijk wordt behartigd. Hè? Of die belangen daadwerkelijk worden behartigd. Of dat je bijvoorbeeld zo'n stikstofcrisis ziet van ja, ik zie daar maar vogels in de lucht. Nou, die vogels vliegen een stuk lager dan vliegtuigen. Vliegtuigen die doen niet mee met de stikstofcrisis. Boeren worden mogelijk de aankomende jaren gevraagd om hun erf te verkleinen of hun agrarisch land te verkleinen. Worden wel heel dringend gevraagd. Ja, kijk, en ik zou daar heel erg sterk over kunnen oordelen. Ik zou kunnen zeggen, nou, maar misschien moeten we een vliegtuig op de grond laten staan. Misschien moeten we een vliegtuig gebruiken om mensen te gaan informeren over hoe vervuilend vliegtuigen nou eigenlijk zijn. Zet er maar eentje op Utrecht Centraal. Misschien moeten we een containerschip minder hierheen halen. Ja, waar dan bijvoorbeeld koffie in zit. Want dat is ook weer een nadeel. Kijk, die schepen die verstoken hartstikke veel olie. En nou, niet de meest schone olie ook. Nee, nou, dat is ook nog zo'n ding. Kijk, ik kan bij wijze van spreken mijn best in de schoonste en lekkerste en meest goed gecertificeerde koffie ergens vandaan te halen. En als die dan vervolgens per schip hier naartoe gevaren wordt. En dat schip stoot vervolgens de meeste grote rotzooi uit, omdat ze op zoveel vaten olie kunnen ze weer afval bijmengen. Want er zijn ook wel discussies over, zelfs Arjen Lubach met zijn zondag met Lubach of avondshow met Lubach heeft het er een tijdje geleden over gehad volgens mij. Er komt zoveel, onderzoeksjournalistiek komt vaak tot de kern,
om een probleem te definiëren, maar komt ook niet met een oplossing. Ja. En de oplossing moet van de burgers komen, van de ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn. Ja, ja, want van de bedrijven zelf die het probleem veroorzaken, komt natuurlijk niet. En de politici die eraan verdienen, gaan er hun bek tegenover houden. Ja, en de instanties die dan hun best doen om te zorgen dat... denk bijvoorbeeld aan een Greenpeace, denk aan een Rainforest Alliance. Die doen dan hun best om de situatie ten goede te veranderen. Want we werken met z'n allen voor de goede zaak. Maar ja, ik hoor Greenpeace, hoor ik niet over minder vlees eten. Althans, destijds. Hè. Ik heb er altijd weinig aandacht aan besteed, maar ik hoor ze niet over minder vlees eten. Nu zijn er heel veel alternatieven voor het eten van vlees. Een van de goede zaken bijvoorbeeld, waarvan ik denk van een van mijn opdrachtgevers die mij toch wel zo'n 80 à 90 dagen per jaar aan het werk heeft. Die zeggen, we eten vandaag alleen maar vegetarisch met het diner. Ja. Maar ja, wie heeft dan een vitamine B12 tekort? Ik weet het niet. Ik, op de dagen dat ik dan kan niet ook voor die gewoon linzensoep eten of zo. Ja, nee, dat kan ook. Maar bij wijze van. En, de hele dag fucking linzensoep vreten. Ja. Lekker bruin prutje. Ja, maar dat kan ook. En ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van worstenbroodjes. Oeh. Nou, daar zijn bijvoorbeeld worstenbroodjes. Nou, die had ik niet verwacht hoor, Jezus. De Brabander houdt van worstenbroodjes. Godverdomme zeg. Ja. Dus kom eens even hier stereotyperend zijn. Ja, als ik had geweten dat ik erover zou beginnen, had ik speciaal meegenomen. Het legers vindt het altijd leuk als ik er niet echt kom met een zakje worstenbroodjes. Hé, bal is weer. Worstenbroodjes. Vitamine WB. Vitamine worstenbrood. Maar kijk, ook brood is niet hier vanuit een ideale worstenbroodbroodjes is nog niet echt bepaald... Ja, maar in een ideale situatie zouden we gewoon wild schieten zelf met een pijl en boog die we met de hand maken van een stukje hout wat we hier lokaal vinden. En dan kunnen wij gewoon vlees eten. En dan eten we met z'n 10 of met z'n 20 eten we een stukje vlees van een dier dat we op die dag geschoten hebben. En dan heb je relatief gezond vlees, zou ik denken. Ja. Maar ja, de potentiële discussie die ik ook wel eens heb met mensen in mijn omgeving, van ja, oké, dus we gaan vleesvervangers eten. Ja, wat zit erin? Soja. Maar wat is soja nou eigenlijk? En waar komt soja vandaan? En hoe moet soja over de wereld verscheept worden? Gaven we soja eigenlijk niet als voedingsstof aan koeien die we dan uiteindelijk als een hamburger opeten? Worden niet heel veel regenwouden gekapt om soja te verbouwen? Bijvoorbeeld. En in hoeverre is soja iets wat mensen zou moeten eten in die mate? En in hoeverre hebben wij het nodig? Ja, je hebt natuurlijk heel veel Aziaten die al volledig hard gaan op de tofu en shit. Absoluut. Maar dat is dan wel een lokaal product bij hun. In de lokale omgeving. Als ze dat zelf maken van hun eigen zelfgekweekte sojaplanten op hun eigen plantage. En misschien hebben ze daar ook wel rijst naast. Ja. En misschien hebben ze daar ook wel een os rondlopen. Een stier die daar de grond bewerkt. In plaats van dat ze met een tractor de fossiele brandstof lopen te verstoken. Ja. En pesticiden en zo. Ja, maar met de dag dat er ergens een elektrische tractor over het terrein heen gaat, die met windmolenenergie wordt gevoed. Of een tractor die rijdt op waterstof, die we maken met schone energie. Een tractor die rijdt op kernenergie? Ja, waarom niet? Gewoon een kleine mini kernreactors die je gewoon in één keer kan inkopen. Die gewoon zo tractor in kan schuiven. Zo. En dan kan je nog gewoon 5 jaar mee gaan. En na 5 jaar dan haal je hem eruit. En dan lever je hem in. En dan wordt hij in een berg in Noorwegen gestopt. Nou, en dan krijg je een nieuwe reactor terug. Maar in de ideale wereld zouden wij politici hebben die dit soort kansen gaan onderzoeken. En die daar een werkgroep op zetten. Waarvan er een select aantal mensen zegt. Oké, dit moeten we hebben. Zo gaan we het doen. En over 10 jaar doet iedereen het op deze manier. En dan hebben we geen problemen met stikstof. We hebben geen problemen met auto's. We hebben geen problemen met... Het nadeel van de realiteit van tegenwoordig is hoe goed je problemen ook probeert op te lossen. De realiteit haalt altijd de oplossing weer in. Er is altijd weer een nieuw probleem. Er moet altijd weer op een bepaalde manier over dingen nagedacht worden om het volgende probleem op te lossen. En het ene probleem en de oplossing van het ene probleem creëert vaak weer het nieuwe probleem. Ja, maar je moet er niet zorgen dat je probleem niet te oud is, toch? Want dan zijn er... Je moet zeg maar... Het beste wat je kan doen in mijn optiek is de nieuwste problemen proberen op te lossen. Niet als eerste, maar net als derde erachter. Hè? Dan heb je iemand die vooraan loopt, die de hardste weerstand heeft. Dan kan je daarvan leren. Nummer 2, die inderdaad die strijd aangaat. Hè? Dan kan je die concurrentie goed observeren. En dan ga je er net iets onder zitten. Waar je denkt van, oké.
okay. Er is wel een nieuwe shit hier gaande. Dit werkt schijnbaar voor hun. Laten we daarop door voortborduren en dat soort dingen. Volgens mij heeft Nederland dat altijd prima gedaan. Hè? We waren nooit ergens de eerste, maar we zaten altijd vol in de hype overal. Of het nou ging over de kolonialisatie of over de industriële revolutie of de digitale revolutie en zo, waar we nu in zitten. Ook met die energiedingen denk ik echt. Waarom? Er worden nu gewoon torenreactors gemaakt in China en in India. Die hele nucleaire shit is al heel lang bezig. Er is inderdaad controversie over, maar dat had je al lang kunnen overbruggen. Ja. En dat je nu inderdaad die terugstap hebt van mensen die dan zeggen van okay, nou dan gaan we maar weer hout verbranden en misschien gewoon weer bruinkool opgraven in Duitsland. Want duurzaamheid, want dan kunnen we windmolens veroorloven. Denk ik van jongens, dat is toch gewoon dronkenmanspraat. Die mensen die hebben dan toch gewoon... Als je dan naar het geheel kijkt, dan heeft dat toch niks met sustainability en groen en duurzaamheid te maken. Dat is toch gewoon het mogelijk maken van een agenda met shit die je juist wil voorkomen. Ja. Ja, kijk. Verbruiken geeft consequenties. Als ik koffie wil drinken, heb ik water nodig, heb ik warmte nodig, heb ik koffieboontje nodig. Bij voorkeur ook een molen die het doet, meestal bij elektriciteit. Handmolentje hebben we het over gehad, je kunt ook met de hand malen. Gaat verdomd veel energie en kracht in zitten om één kopje koffie te maken met een handmolentje. Dan zit je de hele tijd zo te draaien, net als met een pepermolen. Effectief gezien zijn wij gewoontediertjes geworden. En de mens is heel erg geprogrammeerd op bepaalde vormen van gedragingen. En zodra daar in de verwachting iets aanpast, zullen we flexibel moeten zijn. Als de realiteit niet conform verwachting is, dan hebben we daar een gevoel bij, hebben we daar een gedachte bij. En ja, weet je, het liefst zou ik gewoon willen dat ik kon wakker worden en dat er gewoon koffie klaar staat. Maar dat is voor mij niet zo en voor mijn vriendin vaak wel. Want ik ben degene die uit bed gaat, die eventjes een kopje koffie gaat zetten voor ons tweeën. En daar is hartstikke gelukkig mee. En ze doet ook heel veel voor mij. En daar ben ik super dankbaar voor. Want er zijn zoiets als... hond wordt uitgelaten, alles? Ja, hond wordt uitgelaten. Mijn brood wordt gesmeerd. Er worden boodschappen gedaan. Meestal is het zo dat het enige wat ik hoef te doen is zorgen dat datgene wat ik doe, dat ik daar consequent in ben. Kopjes koffie zetten. Zorgen dat er gestofzuigd wordt. Een keer de badkamer poetsen, dat soort dingen. Ja, in de laatste 5-6 weken ben ik amper thuis geweest. En als ik thuis was, dan was ik er alleen maar om te slapen. En dan ging ik soms in het donker weg en dan kwam ik s'avonds in het donker thuis. Dan zie je niet zo goed, dus gewoon de badkamer. Dus als ik straks thuis kom en ik ga even de badkamer poetsen, dan denk ik, nou, dan doe ik haar weer zien. Dan ben ik zelf ook weer gelukkig. Ja. Want het is wel fijn om een schone en opgeruimde omgeving te hebben. Ja, dat is zeker belangrijk. Ja, dus dat is ook een van de redenen dat ik ze zeggen van, ik ga zo meteen even naar de wc. Eventjes naar mijn eigen gezeik luisteren. Want mensen hier, die zijn altijd naar ons aan het luisteren. Ik moet toch een keer naar de wc, ik heb veel gedronken. Ja. En ja, ik vind het ook wel fijn om straks richting huis te gaan. Ik weet niet of jij nog met heel veel bijzondere vragen zit. Heb je een lijstje afgewerkt? Nou, rauw niet gebrand. Of niet gebrouwen. Doe me eerst zeiken en dan sluiten we rustig af daarna. En dan gaan we een leuke titel bedenken. En dan maken we er een rustig einde aan. We gaan met z'n allen naar jouw gezeik luisteren. Dat is goed. Zal ik een microfoon even meenemen? Die is wel gevoelig zat hoor. Okay. Ik ben benieuwd. Een klein beetje harder. Ja, want zoals de koffie vloeit aan de voorkant erin, zo komt hij aan de andere kant. Ja, ik wil het natuurlijk niet de achterkant noemen, want dat impliceert natuurlijk weer op hele andere praktijken. Maar zeker aan een andere achterzijde. Oh god, dat hoor je goed zeg. Nom de ju. Ik zet het gezeik zelfs even een beetje wat zachter. Hoppakee, je kan merken dat hier inderdaad bakken met koffie doorheen zijn gegaan, jongens. Ja, dit is wonderbaarlijk. Ja, je kan zien dat een zekere vorm van dehydratatie ook wel wordt gehaald als je zoveel koffie drinkt. Dus daarom hebben ze ook in heel veel landen naast je kopje koffie een klein glaasje water. Want het is gewoon belangrijk dat je gehydrateerd blijft. Hè? Water, zoals ook inderdaad in de aflevering met Karel Thieme wordt gesteld, is de essentie van het leven. En wij zijn 70% water, dus je moet gewoon zorgen dat dat peil op orde wordt gehaald. En ik doe dat ook niet altijd. Ik drink ook niet. Mijn moeder zei het gisteren, van alles waar ik het niet met haar eens ben, ze zei ik drink strak 1,5 liter water per dag. En dat doet ze gewoon heel gestructureerd. En dat vind ik, denk ik moet het ook kunnen. Ik moet dat ook kunnen.
Ik moest het geluid zelfs wat lager zetten, want het was heftig zelfs. Het was een goede, ik zei zoals de koffie naar binnen gaat, zo komt het er ook uit. En daar moet gewoon een mooi glaasje water ook bij gaan, omdat koffie kan ook een dehydraterende functie hebben natuurlijk, denk ik, of niet? I'm not shitting you people. Nee, het was nodig. Kijk, bevredigende. Ja, uitlaat. Absoluut. Kijk, ik heb volgens mij 3-4 glazen water op. En, het ligt dus niet zozeer in de koffie. Jawel, koffie heeft een diuretisch effect. Wat een? Diuretisch. Diuretisch? Diuretisch. Oké. Okay. Dat je er meer van gaat plassen, dus. Ja, dus het verhoogt de druk op je nieren. Ah. Om het even heel simpel te zeggen. En die gaan harder werken dan, of? Ja. Dus kijk, in principe is het zo dat koffie maakt veel stofjes vrij. Hè? Als je koffie gaat drinken, dan vaak, zeker als de koffie lekker is, dopamine. Ja. Oh, beloning. Lekkere koffie. Fijn. Dopamine. Maar ook adrenaline. Adrenaline van de adrenale, de nier. Mm-hmm. Wordt aangemaakt in de bijnierschors. Het kan bloeddruk verhogend werken. Je maakt meer cortisol aan. Mm-hmm. Waardoor dus je lichaam in verhoogde activiteit komt. En daardoor kan je nieren ook harder werken om de koffie en de gifstoffen, zogezegd gifstoffen, uit koffie ook weer af te voeren. Maar kan je koffie dan ook gebruiken als een zuiverings... als je bijvoorbeeld je nieren wil spoelen? Of werkt het dan juist averechts? Vind ik een goede vraag. Daar zouden we dan een keer op terug moeten komen. Want ik denk dat we met het weekendje in Leersum, dat we daar ook nog wel mogelijk een huisarts bij een omgeving hebben. Ja, maar dat is misschien wel leuk om te gaan om een soort van de medische inzet van koffie wat dieper uit te dekken. Hè? Want alles wat medisch in wordt gezegd, hoeft niet per se gezond voor je te zijn. Hè? Nee, zeker niet. Snap je? De verdovingsmiddelen zijn ook niet per se gezond, maar worden wel medisch ingezet. Antibiotica is ook niet per se medisch gezond. Hè? Al je biotische antimaken, maar wordt ook medisch ingezet. Ontsmetting en dat soort zaken, dat is ook niet per se heel goed als je dat constant doet. Maar dat wordt ook medisch heel tactisch ingezet. Absoluut. Dus zo zou koffie misschien ook wel gewoon op een of andere manier tactisch ingezet kunnen worden. Nou ja, kijk, iets wat ik nou even zo maar weer wat momenten binnen schiet. Je hebt mensen die hebben last van haaruitval. Mm-hmm. En die kunnen daar heel erg mentale problemen van oplopen. Bijvoorbeeld mensen jij die hebben 20 duidelijk, jaar. Je hebt dat duidelijk niet. Nee, ik niet, nee. Ik heb wel eens last van haaruitval, maar dat is meer als ik met de hand in mijn haar zit en dan... We moeten de koffiewereld redden, maar het gaat niet lekker. Want er zijn zoveel slechttrikken in de koffie. Nee, zonder slechttrikken heb ik geen goedzakken. Ja. En als we het allemaal samen met z'n allen goed zouden doen, dan zou het probleem er niet zijn. You need people like me to point your fucking finger and say, he's the bad guy. Ja. Ja, en we kunnen klagen over dingen of we kunnen er iets aan doen. Ik denk dat we vandaag een klein stapje in de richting hebben gezet waarvan ik denk dat er misschien wel veel meer uitkomt. En iedere keer als er één persoon is die denkt, hey, dat is interessant, dan moet ik het eens een keer over hebben met iemand. Des te meer mensen gaan er bewust om en meer onderzoeken en meer kijken. En zo wordt invloed uiteindelijk bewerkstelligd. Deel en like deze video en red de koffiewereld. Of podcast, zoek maar even, je luistert. Laatste punt. Ja, in die video zag ik die blanke jongen, Zwitser was het volgens mij. Zijn naam staat me niet helemaal bij. Die zag ik een koffieboontje pakken. En hij zei, zo heb ik het nog nooit geproefd, rauw. En wat hij eigenlijk bedoelde is, ik heb nog nooit een koffieboontje gegeten zoals je net uit de brander komt. Want rauwe koffie is juist die groene koffie die van het land komt. En wat ze daar op dat moment hadden was dus een groene koffie die net gebrand was. Dan heb je een bruine koffie. Dan is die net vers gebrand, dus net bereid eigenlijk. Maar onbereid in de zin dat die niet gebrouwen is. Ja. En je brouwt pas een kopje koffie als de koffie een tijdje heeft gestaan. Of zo snel mogelijk daarna, maar dan wel met een bepaalde mate van retentie. Want sommige stofjes wil je juist niet hebben. Ja. Want dan proef je te veel brandsmaak van het koffie. En dan zit je gewoon verkoolde meuk te... Ja, of kijk, als ik met jou een vuurtje aan het stoken ben en ik ga daar zalm boven roken, dan heb je gerookte zalm of gerookte paling. Dat zal vast heel lekker zijn. Maar als je daar boven het vuurtje aan het roken bent en je zit in de buurt van het vuur en je zit midden in de rook, dan heb je wel heel veel rookgeur en smaak nog bij het product.
En als je met, in het geval van koffie heb je poreus materiaal. Mm. Op het moment dat het gas een beetje uitgaat, dan noemen ze ontgassen. Dan raak je een deel van die brand, een brandgeur en brandsmaak, die raak je dan kwijt. Oh. Waardoor je meer de zuivere smaak overhoudt. En tijdens dat proces ontstaan er dus ook complexere geur- en smaakcomponenten die eigenlijk pas na 3-4 dagen te proeven zijn. Waardoor je sommige koffies die 3 of 4 dagen na het branden lekkerder smaken dan meteen na het branden, gewoon even wel laten rusten. Kan niet even op smaak komen. Ja, dus net zoals bijvoorbeeld goede wijn of zo, dingen hebben gewoon tijd nodig. Het heeft helemaal geen zin om een verse druif te vreten en zeggen, oh, ik heb deze wijn nog nooit zo geproefd. Sowieso. Ja, nee, ja, nee. Ja, ze zeggen wel eens van goede druiven kun je goede wijn maken, maar het maken van wijn heeft ook een fermentatiestap in zich. Ja. Koffie heeft ook vaak een vorm van fermentatie. Want zonder fermentatie heb je gewoon een zaadje. En dat zaadje wil gewoon een plantje worden. Ja. En zaadjes denken er ook volgens mij helemaal niet over na om een kopje koffie te worden. Ik denk dat zaadjes onderling het helemaal niet weten. Maar misschien moeten we nog een keer naar een andere dimensie om een keer met de koffiezaadjes te gaan praten. Koffie, het is wel interessant om, want als je daar die rijstexperiment op loslaat, en dat ze praten tegen een pot rijst, ja. Verschillende, dat is pas ook interdimensionaal eigenlijk, hè? Dat je intenties ergens op zit en dat daarmee het groeiproces wordt beïnvloed. Ja. Dat is bizar, toch? Ja, en tegelijkertijd ook heel logisch. Ik denk dat als je kijkt naar de manier waarop ik het afgelopen weekend kopjes koffie heb gemaakt. Je kunt zeg maar als koffiefanaticus kun je heel fanatiek zijn met gram in, gram uit. Machine heel erg nauwkeurig afstellen. Je kunt heel erg goed je best doen om melk op te schuimen. En je kunt heel erg je best doen om de temperatuur van het water goed te beïnvloeden. Of de samenstelling van het water. Maar op het moment dat je koffie staat te zetten op zo'n evenement met zo'n vloeddruk, dan moet je gewoon zorgen dat mensen snel genoeg zo'n goed mogelijk kopje koffie krijgen. En ik denk op de 600-700 kopjes koffie die er doorheen zijn gegaan het weekend. Misschien iets meer, misschien iets minder. Waren er volgens mij 2 mensen waarvan er eentje zei, Jezus, wat een laffe bak zeg. Een laffe, lauwe bak. En dan had ik de melk blijkbaar niet goed opgeschuimd. Of was hij niet warm genoeg. En die mevrouw die doet dus ook thuis. Vooral warmt ze alles met kokend water voor. Dus iemand die typisch warmer gewend is. Ja. Wat doe ik dan? Dan doe ik mijn best om het te luisteren. En dan ontvang ik die feedback. En dan maak ik een nieuw kopje koffie. En dan zijn ze hartstikke blij. En dan was ook een mevrouw die zag mij een kopje koffie zetten. En die zei tegen mij wat ik aan het doen was. Dat er niet was wat ik aan het doen was. Ik was een Americano aan het maken. Oftewel warm water bij een espresso die je net vers gezet hebt. En op het moment dat iemand dan met mij in discussie wil gaan, denk van oké, dit is niet het moment om discussie aan te gaan met iemand die graag iets van mij wil kopen. Ik zal goed luisteren. Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk gelukkig te maken. Maar als je zelf negatieve aandacht wil, denk aan die rijstkorrels. Ja. Die negatieve rijst, die was al negatief bestemd van tevoren. En die beschimmeling, die is nou eenmaal zo. Sommige plekjes van de wereld zijn nou eenmaal gewoon naar en vervelend. En mensen die daar omheen zitten, de omgeving bepaalt. Kijk, ik weet niet wat die mevrouw dacht toen ze naar het evenement ging om plantjes te kopen en een lekker kopje koffie te drinken. Maar op het moment dat je mij met zo'n machine ziet en je zegt van, hey, mag ik voor jou een lekker Americano? Dan denk ik, ja, tuurlijk mag dat. Dan geef ik hem je en dan kun je hem proeven. Als je zegt, nou, ik vind het niet lekker. Prima, dan geef je me feedback. Maar als je naar mij staat te kijken terwijl ik mijn werk aan het uitvoeren ben en je zegt, ja, maar dat is geen Americano. Zo hoort het niet. Nou, oké, is goed. Kom er maar bij. Dan ga ik even naar de wc en kom ik zo meteen terug. Dan heb jij lekker je eigen kopje koffie gemaakt. Wil je het op die manier doen? Als je goed weet hoe het moet, dan mag je voor mij best de 4 gaan staan. Dan kun je meteen al die andere mensen in de rij ook nog een kopje koffie geven. Die staan allemaal te wachten. Terwijl jij met mijn discussie aan het voeren bent over wat ik aan het doen ben. Terwijl ik het met de beste bedoelingen zo goed mogelijk doe. En ik ben ook maar een mens. Ik heb ook met de beste bedoelingen vandaag hier gezeten. En ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan. Maar ik ben gewoon mezelf geweest. Maar voor mensen die kopjes koffie halen, vertel niet aan een barista hoe die een Americano moet zetten. Ik denk dat de gemiddelde purist, zeg maar mijn milieu van mensen die als purist met koffie bezig zijn, moet je verdomd goede sociale vaardigheden hebben om op dat moment de juiste actie uit te voeren. Maar je hebt ook koffiezaakjes waar een barista staat die dan zichzelf helemaal heeft toegelegd op het product waar hij mee werkt. En ja, dan is een sociaal ongemakkelijke situatie als iemand anders op de vingers staat te kijken en
Is die desbetreffende klant wel weggegaan met een bakje koffie? Waar ze van genoeg? Ja, ik heb een nieuw kopje koffie voor gemaakt. Ja, maar dat is de kunst dan uiteindelijk. En ik heb uiteindelijk zelf die koffie opgedronken die ik voor haar gemaakt had, de eerste. Daar heb ik enorm van genoten. Dus ik weet in ieder geval dat dat kopje koffie wat ik gemaakt heb, dat het goed was. En ik heb hem lekker opgedronken en ik heb er enorm van genoten. En het kopje koffie wat ik aan haar heb gegeven, daar heeft zij voldoening in gehad. Ja. Zeg, ik kom vooral even terug als je nog meer feedback hebt. Maar mijn collega die zei ook van er is een stereotype wat over Duitsers wel eens gezegd wordt, daar voldeed ze wel heel erg aan. Oh. En dan laat ik dat even verder in het midden wat dat was. Koffienazi. Ja, dat is een keer heel anders dan een grammanazi. Koffie. Je kan hier eindeloos over doorgaan. Koffie voor medische inzet. Koffie als een mooi product. Ik vind het ook wel mooi als gewoon, hè, als je inderdaad staat te serveren voor mensen. En vooral met consumenten, dat is toch lastig volk. Dat je inderdaad niet alleen maar je product probeert te verkopen, maar ook gewoon inderdaad het menselijke aspect ziet. En inderdaad, als je inderdaad een stukje iets mee kan geven waar een andere persoon vrolijk over zijn, dan is het dat minder belangrijk dan de principes die je voor jezelf hebt opgesteld over hoe je product in elkaar moet zitten. Want jij hebt inderdaad je principes. Jij weet hoe je fucking koffie moet zetten. Maar als iemand anders het graag anders zou willen, ben jij dan de koffienatie? Ben jij dan de persoon die dan gaat zeggen, nee, dat kan niet, zo zetten we geen koffie hier? We hebben suiker in de koffie gedaan. Ja. Dat doe ik normaal nooit. Nee. Waarom? En deze gelegenheid die heeft zich ervoor gediend om het wel te doen. Het is een gelegenheid dat wat suiker nodig. Ja, een beetje zoetigheid. Als we bitter gaan doen over koffie en over mensen, dan is het wel fijn om een beetje zoetigheid aan te voegen. Ja, mooi. Een vleugje zoetigheid in barre omstandigheden van de zelfstandige die veel te veel uren heeft gewerkt, waardoor thuis situatie ook gewoon echt door aandacht gaat verdienen. Dus ik ga met een gerust gevoel naar huis. Ik denk dat wij zo meteen nog even gaan napraten over het was gegaan en wat we nog aan materiaal gaan toevoegen. En we gaan eerst een titel verzinnen. Ik denk dat jij diep gaat over smaken, Paul. Huh? Iets met koffietijd en smaken. Over smaak valt niet te twisten. Dat is een beetje te kazig. Ja, hou je van kaas? Nee, ik hou van kaas, maar niet als ik het heb over koffie. Je hebt mensen die doen koffie en een kaas in hun koffie, hè? Je kunt kaas ook wel mooi paren met koffie. Meen je het? Ja. Misschien is dat een goede gelegenheid om met leers om te doen. Deze koffie, die zo dik en stroperig was, die zou je kunnen gebruiken om een beetje klein blokje kaas in de koffie dopen en dan wijze van spreken. Ja, je kunt ook vijgenjam of andere smaakje, balsamico zijn. Kun je ook heel mooie smaakjes bij kaas toevoegen. Er is nog zoveel mogelijk. Ja, misschien iets van geen gezeik over koffietijd. Er is altijd tijd voor een kopje koffie. Altijd tijd voor koffie. Ja, en met tijd is heel relatief. Ja, want de tijd was ook een dingetje. Dan, wat zei ik nou? Poppenkast 73, hè? 74 waren we. 74? Ja. Het is niet meer bij te houden. Ik probeer hier te schakelen. Zo, nee, dit ben jij. Ja, dit ben ik. Kijk aan. Dit is Poppenkast 74. Altijd tijd voor koffie. Wat was het nou ook weer? Er is altijd tijd voor een kopje koffie. Altijd tijd voor koffie. Ik probeer het kort te houden, die titels, hè? Koffie. Want. Tijd, koffie. Koffietijd. Altijd tijd, maar dat kan ook niet altijd tijd. Dus gewoon. Koffietijd. Tijd voor koffie. Wat zei je nou over dat dingen van Europa heeft de. Europeanen hebben de klok en Afrikanen en Zuid-Amerikanen hebben de tijd. Dus niet de klok, maar koffietijd. De koffieklok. Koffieklok of tijd. En dan ben ik hem helemaal kwijt. De weg kwijt met koffietijd. De weg kwijt met koffietijd. Dat vind ik een goeie. Ja. Dan moet ik nog maar zien dat ik daar heel thuis kom. Zonder files en de spits en dergelijke. Want volgens mij is het nou net. Ja, nu is de spits vol begonnen. Ja.
Daar gaan we nog even van genieten. In ieder geval dat we de tijd mooi hebben weten te vullen met koffiepraat. Poppenkast 74, de weg kwijt met koffietijd met Paul van Weert. En Peter van Assel. Wie is dat? Dat ben jij. Oh. Ja, bedankt man. Nu sluit hem eigenlijk af hoor. God non de Jew. Ja, God non du. God. Dat is kei Brabant. Oh, ik heb nog wel een raadseltje. Wil je daar ook nog mee afsluiten? Nee. Ja, wacht wel. Noem drie kleuren in het Brabants. Oké, niet het antwoord vertellen. Nee. Zeg het antwoord maar in de comments. Lieve luisteraars en kijkers, hartstikke bedankt. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dat is er niet, dan horen we de feedback vanzelf. Maar Ik ben al lang bij een grote kans dat ik hem ook al lang gesneden heb hier. Oké, ciao ciao. Ja. Aan de ene kant heb ik al lang wel een poppenkast niet meer heel ongemakkelijk lang door laten gaan. Dus. Ah, maar dat is niet erg. Kan ik vind het niet ongemakkelijk lang. Nee. Ik vind het vooral fijn dat we gewoon de tijd er goed hebben. Ja, dat is sowieso de tijd om het even. Ja. Dus staat dit er ook nog allemaal op. You will get fucked by life.